Goedemorgen allemaal. Het is 9:30, we gaan starten. Ik ga ervan uit dat jullie mij horen. Moest dat niet het geval zijn, dan laten jullie het maar weten. Welkom op het beleidsforum vandaag. We gaan vandaag de kennis delen die in het eerste traject van de pilootprojecten is opgebouwd. We hadden heel graag jullie nog eens allemaal live gezien, maar de coronamaatregelen hebben daar anders over beslist. We missen vooral de interactie met jullie, maar we hopen vandaag dat de chat daarin zijn rol gaat kunnen spelen. Dus drop in de chat gerust jullie vragen en bedenkingen. Er zitten een aantal collega's van mij klaar om daarop te reageren. Op het einde van elk onderdeel gaan we ook de tijd nemen om er een aantal vragen uit te pikken en dadelijk te beantwoorden. Nu, komt uw vraag niet aan bod op het eind van een stukje of is ze niet beantwoord in de chat? Geen nood, we gaan de vragen allemaal opnemen in het verslag. Dat verslag gaan we overmaken aan iedereen die vandaag aanwezig was per mail. Dus dan kunnen jullie de vragen achteraf nog eens rustig nalezen. Ik ga beginnen met de agenda te overlopen voor vandaag. We gaan beginnen met een inleiding over hoe het eerste traject van de pilootprojecten is begonnen en hoe dat verlopen is. Dan gaan we kijken naar de leerpunten, de producten en de ervaringen vanuit de pilootgroep rendement en teamkernkwaliteit. We voorzien daarna een korte pauze. En na de pauze gaan we de gemeentes uit de pilootgroep ruimtelijke beleidsplanning aan het woord laten. Zij gaan met jullie delen waarom en hoe ze met beleidsplanning aan de slag gegaan zijn. Maar voor we beginnen met het programma wil ik heel graag namens ons hele team alle gemeentes van het eerste traject bedanken. Het was een heel inspirerend traject. We hebben daar met heel veel plezier samen met jullie doorlopen. We hopen dat het voor jullie minstens even leerrijk geweest is als voor ons. We zijn in ieder geval heel fier op de mooie resultaten die het heeft opgeleverd. En dan gaan we van start gaan. Ik geef voor het eerste stuk heel graag het woord aan mijn collega Katelijne Toebak voor de inleiding over het eerste traject van de pilootprojecten. Goedemorgen iedereen. Ik ga jullie een introductie geven rond de pilootprojecten. Wat is het? Wat doen we? Waarom doen we het? Maar ik ga dat wel vrij kort proberen te houden, want we willen vooral veel tijd maken voor de ervaringen en getuigenissen van de betrokken gemeente in het traject. Ik denk dat dat het meest interessant is voor jullie als deelnemers. Zowel als deelnemende gemeente als als professional die werkt voor of met gemeenten. Maar we zijn dus gestart begin 2019 met deze eerste oproep pilootprojecten BRV. Dat was een half jaar na de goedkeuring van de strategische visie van het BRV door de Vlaamse regering. De Vlaamse regering heeft met die strategische visie een nieuwe filosofie in het ruimtelijk beleid in Vlaanderen willen introduceren. Jullie kennen dat verhaal. Het komt neer op we willen inzetten op een transformatie en zo goed mogelijke benutting van de reeds ingenomen ruimte in Vlaanderen. We willen dat vooral doen op de slimme plekken. Dat zijn de plekken die goed gelegen zijn, goed ontsloten zijn, een goed voorzieningenniveau kennen. En we willen daarmee ook de open ruimte maximaal vrijwaren. We willen die open ruimte versterken, zodat het een veerkrachtig systeem kan worden, dat klimaatbestendig is en heel veel kansen schept voor biodiversiteit en ook voor voedselproductie. Inmiddels is er ook een tweede oproep pilootproject de BRV gebeurd en met die gemeente zijn we begin dit jaar gestart met een tweede traject rond drie nieuwe thema's. En waarom doen we dan nu die oproepen pilootproject de BRV? We willen in eerste instantie een kleine stimulans geven aan gemeenten om in hun lokale beleidspraktijk aan de slag te gaan met de doelstellingen van het BRV. Een kleine stimulans met een subsidie, maar ook door het aanbieden van een leertraject. Het woord lokale beleidspraktijk is hier wel belangrijk, omdat we die pilootprojecten tot op heden gericht hebben op het stimuleren van beleidsontwikkeling door gemeenten. En in die zin is het complementair met bepaalde andere oproepen die we doen vanuit ons departement en die vaak meer uitvoeringsgericht zijn.
We willen ook heel graag leren uit die pilootprojecten hoe gemeenten aan de slag gaan in hun praktijk met die BRV-doelstellingen, hoe ze dat vertalen naar het lokale, wat ze daarvoor nodig hebben vanuit Vlaams beleid, vanuit Vlaamse regelgeving. En daar hebben we dan ook heel wat nieuwe inzichten rond verworven. Ook door die samenwerking tussen gemeenten worden er voorbeeldaanpakken ontwikkeld over hoe dat je aan de slag kan gaan met een bepaalde opgave. En zo hebben ook de gemeenten elkaar geïnspireerd en willen we de resultaten nu breder delen naar andere gemeenten, naar andere professionals, om de bredere praktijk in Vlaanderen op dat vlak te voeden. Kennisdeling vinden we een heel belangrijk onderdeel van de opzet. En daarom hebben we ook twee websites gebouwd. Het zijn twee websites die aan elkaar gelinkt zijn, dus het is genoeg om één van die linken te onthouden. Je wordt sowieso doorverwezen naar de andere. Maar de twee websites hebben een andere opzet. We hebben de ene die we de werksite noemen. Daar vind je alle verslagen, alle presentaties van de pilootgroepen. Ook soms doorverwijzingen naar technische informatie die te maken heeft of die nuttig is voor het thema. Dus als je die site volgt, dan kun je echt nauw op de voet volgen wat er gebeurt in de pilootgroepen. En dan hebben we de merksite. Dat is zo meer de site met de uitstraling. Daar worden de producten van de pilootprojecten in de picture gezet op een meer beeldende manier, ook soms met filmpjes. Die site is de laatste weken volop in opbouw geweest. Hij is ook nog niet helemaal af. Dus als je straks gaat kijken, ga dan volgende week ook nog een keer kijken, want er wordt nog veel meer opgeladen. De volgende dia. Dan zie je daar alle gemeenten die tot nu toe deel uitmaken van het netwerk pilootgemeente BRV. We stellen het graag zo voor, om ook de boodschap te geven aan de gemeenten die vandaag eigenlijk hun traject afronden, dat we hen heel graag betrokken willen houden in het verhaal. We zullen jullie zeker verder blijven informeren over wat er gebeurt met de nieuwe pilootprojecten BRV. We zijn ook nog steeds heel erg geïnteresseerd in jullie inzichten en ideeën om het pilootraject verder te voeden. En we zouden jullie ook nog graag op bepaalde tijdstippen als klankbord gebruiken als we bepaalde beleidsontwikkelingsissues hebben als departement, om die aan jullie voor te leggen en zo een lokale praktijktoets te doen. We hebben heel veel geleerd uit dit eerste pilootraject en gemeenten hebben ook veel geleerd. En we gaan al die leerpunten en knelpunten en aanbevelingen in de loop van de voormiddag met jullie delen. Maar ik geef eerst graag een aantal algemene inzichten ook met jullie mee. Wat hebben we ontdekt? Dat er echt wel heel veel ambitie en heel veel zin is bij lokale besturen om aan de slag te gaan met die doelstellingen van het BRV. Er leven zeer goede ideeën, originele manieren van aanpak. Dus dat is echt wel een positief verhaal dat we kunnen meegeven. Maar er zijn ook grenzen. We merken dat we vanuit het Vlaams ruimtelijk beleid echt wel heel veel verantwoordelijkheid leggen bij de lokale besturen. En dat is niet altijd evident. Voor kleine gemeentes is het niet zo evident om in hun beperkte personeelscapaciteit vaak genoeg tijd vrij te maken om veel tijd te besteden aan beleidsontwikkeling, aan beleidsprocessen. Er zijn altijd die vergunningsprocessen die veel tijd opslorpen, die dringend zijn, want die zijn aan termijnen gebonden. En we hebben gemerkt dat dat soms grenzen legt op ambities die gemeentes kunnen hebben. En we weten ook dat er een groot personeelsverloop is bij gemeenten. We wisten dat eigenlijk al, maar nu met dat traject van pilootprojecten BRV, dat nu 2 jaar bezig is, hebben we het echt wel aan de lijve ondervonden dat er op die 16 projecten relatief heel veel ambtenaren die betrokken waren in de looptijd van die 2 jaar zijn vertrokken naar nieuwe uitdagingen, waardoor een gat viel in die gemeente. En de veerkracht in de gemeente is niet altijd zo groot om dat gat onmiddellijk op te vullen. Dus dat heeft ertoe geleid dat bepaalde pilootprojecten vertraging opliepen of zelfs zijn stopgezet, wat natuurlijk jammer is. We hebben in die eerste ronde pilootprojecten BRV ook een aantal intergemeentelijke samenwerkingen gehad. En dan merk je ook echt wel het positieve effect van dat intergemeentelijke op die veerkracht waar ik het er juist over had, maar ook op de bestuurskracht.
en de manier waarop gemeenten ambities kunnen opnemen. Er zullen in de loop van de vanmiddag ook een aantal ervaringen vanuit die intergemeentelijke samenwerkingen met jullie gedeeld worden. In het algemeen is er vanuit de gemeente vraag naar meer Vlaamse ondersteuning, ondersteuning in kennis, ondersteuning in middelen. Dat kan ook net zo goed een provinciale ondersteuning zijn. Maar ergens knelt er ook een schoentje vandaag. Gemeenten verwachten een duidelijk Vlaams beleid en een regelgeving in lijn met die BRV-doelstellingen om de uitrol van het BRV in de praktijk te ondersteunen. En vandaag lopen we daar een beetje achter als Vlaanderen. Er zijn vandaag geen Vlaamse beleidskaders die de lijnen die uitgezet worden door de strategische visie concreter maken, die spelregels formuleren, die echt een concrete houvast aanreiken aan gemeentes om met die nieuwe ruimtelijke uitdagingen aan de slag te gaan. En dat werd door gemeentes wel eens als een gebrek aangegeven. We hebben uit dit pilootraject heel veel inspiratie gehaald om die Vlaamse beleidskaders verder te ontwikkelen. En we horen de minister ook heel regelmatig zeggen dat ze snel Vlaamse beleidskaders wil hebben. Maar daarvoor moet ze natuurlijk eerst nog met die Vlaamse regering of formele doorstart van het BRV-proces voor elkaar krijgen. Maar we hopen dat het snel zover is en dan komen we heel graag bij jullie terug om ook die beleidskaders verder vorm te geven. Dan wil ik nu even door de thema's gaan van die eerste oproep pilootprojecten die we vandaag afronden. Het eerste thema was de intergemeentelijke GECRO. Daar hadden we gekozen omdat dat toen een nieuwe manier was om een GECRO samen te stellen en ook samenviel met de, ja, kort na de gemeenteraadsverkiezingen op een moment dat er nieuwe GECRO's moesten samengesteld worden. En we wilden daarmee ook een intergemeentelijke aanpak van ruimtelijke uitdagingen stimuleren. Uiteindelijk hebben we maar één groepje gemeentes in deze pilootgroep gehad en dat is de groep van de Getenstreek. We hebben wel, omdat dat niet echt, ja, één groep is niet echt een pilootraject, niet echt een leertraject, een keer een sessie gedaan met alle intergemeentelijke GECRO's in wording die we in Vlaanderen konden detecteren. En dat is toen wel een heel interessante sessie geweest waar we veel uit geleerd hebben. Maar ook de resultaten van de Getenstreek zijn interessant en die kan je online nalezen. Daar is ook een link naar een artikel dat in lokaal is verschenen terug te vinden. En straks zal Johan Thomas er vanuit de Getenstreek ook nog wel iets over vertellen. Het volgende thema is dat van het ruimtelijk beleidsplan. En daar hebben we met 6 gemeenten en de intercommunale Leidal een traject gevoerd. Vooral rond het proces, de procedure van beleidsplan. Hoe pak je het aan? Wat zijn aandachtspunten? Dus meer het proces. Terwijl nu in de tweede oproep pilootprojecten we 2 thema's hebben gekozen. Bouwshift en groen-blauw. Om meer het inhoudelijke uit te diepen. Hoe ga je inhoudelijk met die thema's in een beleidsplan aan de slag? Dus het is eigenlijk een vervolgtraject op dit eerste traject rond beleidsplanning. Een heleboel inzichten die we hebben verworven rond lokale beleidsplanning hebben we verwerkt in een vak die online te raadplegen is en ook continu groeit. Zo dadelijk zullen de betrokken gemeenten hun ervaringen met jullie delen en zal mijn collega Wolfgang ook nog een aantal aandachtspunten meegeven vanuit het departement. En dan gaan we naar het thema ruimtelijk rendement en 10 ruimtelijke kernkwaliteiten. Oorspronkelijk hadden we die als 2 aparte thema's gedefinieerd in de oproep, maar die hebben we uiteindelijk samengenomen en dat was een goede beslissing, want het is ook logisch, rendement en kwaliteit, die hangen altijd samen. En er is een zeer interessante groep van 6 pilootprojecten samengesteld rond dit thema. Zij hadden vooral de opdracht om een kader, een afwegingskader voor het vergunningenbeleid rond deze thema's te ontwikkelen. Ze hebben dat alle 6 op een andere manier gedaan en ze zullen zo dadelijk alle 6 ook aan het woord komen om hun aanpak met jullie te delen. En dan tenslotte was er het thema slim parkeerbeleid. Daar hebben de gemeenten Vilvoorde en Geetbets rondgewerkt. We laten nu even het filmpje zien
van GateBits, waar ze hun ervaringen rond het pilootproject delen. En dan, daarna geef ik direct het woord aan mijn collega Ellen van der Water, die ons doorheen die 6 projecten van de pilootgroep ruimtelijk rendement en 10 ruimtelijke kernkwaliteiten zal loodsen. Dus dank alvast voor de aandacht voor mijn introductie en dan luisteren we nu graag naar GateBits. Ik ben Jo Rogge, burgemeester van de gemeente GateBits. Een mooie, kleine, landelijke en agrarische gemeente van 6.100 inwoners. Het pilootproject dat wij indienden heeft als titel Slim Parkeerbeleid. We hebben dit project ingediend omdat we net een agrarische en landelijke gemeente zijn waar de auto nog steeds een zeer belangrijke rol speelt, zeker voor de woon-werkverplaatsing. En we willen vandaag gaan nadenken van welke plaats geven we die auto in de toekomst. Willen we meer zeker naar de verplaatsingen binnen door dorpskern gaan inzetten op alternatief vervoer? Welke acties moeten wij als gemeente daarin nemen en hoe kunnen we dit concreet gaan realiseren? Wel, als je kijkt naar de verschillende deelgemeentes, dan denk ik dat in zo'n deelgemeente GateBits heel wat parkeergelegenheid is, maar toch ervaren de inwoners dit als een probleem. Dat komt ook omdat er heel wat voorzieningen gebundeld zijn. We hebben hier het gemeentehuis, de school, de kunstacademie, het woon- en zorgcentrum en een lokale supermarkt heel kort bij elkaar. En zeker 's morgens en 's avonds wordt het ervaren als zeer druk en is men op zoek naar parkeergelegenheid. We zijn 2 jaar geleden gestart in het lokaal ruimtetraject GateBits 2.0. En uit de grote participatie van onze burgers kwam 1 thema ook duidelijk naar voren. Dat was mobiliteit. Maar binnen het bestaande project was er zeker niet de ruimte om het mobiliteitsvraagstuk volledig uit te werken. En dit project, Slim Parkeerbeleid, biedt ons ideaal de mogelijkheid om rond mobiliteit veel dieper dit gaan uit te zoeken wat GateBits nodig heeft. Als we het hebben over lokale ruimtetrajecten waar we gaan kijken hoe gaan we onze dorpskernen in de toekomst inrichten, dan is dat een problematiek die zich stelt in GateBits, maar ook in de buurgemeenten in Zuid-Leeuwen, in Winter, in Kortenaken. We hebben dan samen met die gemeente een intergemeentelijke kwaliteitskamer opgericht. We zitten ook in de oprichting van een intergemeentelijke GECORO en mobiliteit is nooit ver weg. Dus je haalt de inspiratie eigenlijk heel kort bij. Wij hebben in onze communicatiecampagne de jeugd, de scholen, alle verschillende stakeholders, de verschillende adviesraden, eigenlijk al onze burgers betrokken in verschillende fases. Eerst met een trigger 2.0 met een vraagteken, nadien de naam gelanceerd en ook de website gelanceerd en dan een oproep gedaan voor een participatiemoment. Dat participatiemoment kende enorme navolging. Meer dan 120 burgers hebben deelgenomen aan dit participatiemoment. Alle informatie is daarin gebundeld. Er is op basis daarvan een enquête opgesteld en die enquête is verspreid onder de bevolking. En meer dan 400 respondenten hebben hun mening daarover gegeven. Wat toch voor een gemeente met 6.000 inwoners een enorm draagvlak blijkt dan toch te zijn. Het concrete resultaat kunnen we vandaag nog niet benoemen, maar wij hopen op basis van de input een visie te hebben voor de toekomst van kijk, hoe kunnen we mobiliteit integreren in ons algemeen ruimtelijk beleid. Gaan we lasten opleggen eventueel aan de burgers wanneer zij een aanvraag doen? Binnen ruimtelijke ordening gaan we als gemeente zelf een aantal initiatieven nemen rond parkeerbeleid. Gaan we zelf parkings aanleggen zodat er gebundeld geparkeerd kan worden. Of gaan we als gemeente ook voor het alternatief vervoer een aantal initiatieven nemen. En dan denken we bijvoorbeeld aan deelauto's, deelfietsen, het oprichten van mobipunten en het voorzien van randparkings in de gemeente. Ik ben Sarah Janssens, ik ben beleidsmedewerker ruimtelijke ordening en ook omgevingsambtenaar voor de gemeente GateBits. Binnen het traject Slim Parkeerbeleid hebben we eigenlijk meer cijfermatig ook kunnen gaan onderzoeken. Er zijn parkeertellingen gebeurd. Op verschillende momenten is men dus gaan kijken naar het huidige aanbod van de parkeerplaatsen in het dorpscentrum en is men ook gaan analyseren hoe worden die gebruikt. Daarnaast is er ook een telling geweest effectief van het doorgaande verkeer. En aan de hand van het materiaal dat daaruit is gekomen, is men kunnen gaan analyseren van welke noden zijn er eigenlijk, welke behoefte is er. En hoe kunnen we dat efficiënter gaan inrichten? En dan heeft het studiebureau eigenlijk een voorstel gedaan voor hier in het dorpshart van GateBits
parkeerlussysteem te gaan inbouwen. Een parkeerlussysteem dat eigenlijk betekent dat je een logische doorrijroute gaat creëren, zodat je eigenlijk onmiddellijk zicht hebt op het aanbod van de aanwezige parkeerplaatsen. Het is een logische route, grotendeels één richting, zodat je geen conflict situaties gaat creëren. En dat geeft je daarnaast ook de mogelijkheden om een aantal andere locaties in je dorpscentrum, in je dorpshart, op een kwalitatievere, aangename manier en op een veiligere manier voor de voetgangers en de fietsers te gaan inrichten. Voor ons als gemeente hadden wij al een samenwerking met een studieconsortium die al een heel aantal zaken hebben onderzocht en wat nog lopende was. Dus het is eigenlijk wel vrij vlot gegaan. We hebben ook onze vraagstelling, onze doelstelling zeer concreet wat kunnen formuleren. En we zijn eigenlijk zeer gericht aan de slag kunnen gaan. Een tip kan eigenlijk zijn, laat je zeker niet afschrikken en durf echt wel je aanvraag te formuleren en ook je ambitie te tonen en een project in te dienen binnen de oproep van pilootprojecten. Prima, hiermee sluiten we de inleiding af. We zijn eigenlijk heel fier op zo'n kleine gemeente als Heat Bed Study ook meegedaan hebben. Het was trouwens het eerste product wat op de site gepubliceerd is in een filmpje waarvan ze eerst niet helemaal overtuigd waren, maar daarna toch heel dapper hebben meegedaan. Dus ook als kleine gemeente een heel inspirerend traject doorlopen in de pilootgroep parkeerbeleid. Goed, dan gaan we nu verder met de leerpunten, de producten en de ervaringen vanuit de pilootgroep ruimtelijk rendement en 10 kernkwaliteiten. En daarvoor geef ik heel graag het woord aan Ellen van den Water. Goedemorgen iedereen. Een van de 4 pilootgroepen was dus ruimtelijk rendement en 10 kernkwaliteiten. En in het volgende deel zouden we heel graag inzoomen op mogelijke kaders voor het vergunningenbeleid hier rond. Dus het doel van deze themagroep was eigenlijk om te gaan zoeken naar verschillende mogelijke beleidsaanpakken rond dat thema en er ook een kader voor het vergunningenbeleid rond te ontwikkelen. Nu, de pilootgemeentes van deze pilootgroep, die hebben eigenlijk allemaal verschillende instrumenten ingezet en die ze eigenlijk zelf kort gaan overlopen. Dus we gaan 5 pilootgemeentes aan het woord laten komen en we gaan starten met Veneco. Goedemorgen Steven. Misschien is het handig dat jij ook eventjes je camera opzet. Ja, goedemorgen. Mijn microfoon en camera zouden aan moeten staan. Voilà, ja, dat is gelukt. Heel goed, dankjewel. Jullie hebben een regioscan ontwikkeld voor de 21 gemeentes rondom Gent. Nu, die regioscan, dat is geen formeel beleidsdocument, maar dat is eerder een inspiratiebron. En zou Jans kunnen vertellen wat dat juist die regioscan inhoudt en hoe dat eigenlijk doorwerkt in het vergunningenbeleid van de gemeentes rondom Gent? Ja, we hebben inderdaad een soort van publicatie gemaakt, die regioscan, waarin dat we een stuk het traject hebben afgelegd, het onderzoek en het overleg rond die regioscan hebben gebundeld. Wat we concreet hebben gedaan is eigenlijk voor 5 cruciale thema's, wonen en voorzieningen, open ruimte, mobiliteit, energie en economie, hebben we eigenlijk een stukje de belangrijkste regionale uitdagingen in kaart gebracht. Letterlijk dan ook in kaart gebracht. Dat zijn die analysekaarten die u rechts ziet op de slide. Waarin dat we eigenlijk proberen een aantal inzichten te duiden. Maar vooral dus daaruit te filteren wat die belangrijke ruimtelijke uitdagingen zijn voor die thema's op schaal van de regio. Dus dat zijn voor de 21 gemeenten rondom Gent, het werkingsgebied van Veneco. Wat we daarbij ook hebben gedaan, is eigenlijk een aantal goede praktijkvoorbeelden getoond bij elk thema en ook instrumenten aangegeven die kunnen ingezet worden om die belangrijke regionale uitdagingen aan te gaan. En dan aanvullend is er ook per gemeente een soort van scan gemaakt rond die op basis van die 5 thema's waarin dat we een aantal belangrijke aandachtspunten, aanbevelingen
hebben geformuleerd per gemeente. En daar is dan ook met die verschillende gemeenten overleg rond geweest. En finaal is het dan gebundeld in deze publicatie, die inderdaad geen, het is geen verordenend of bindend document, maar wel een stuk inspiratiebron, die we ook dankbaar kunnen hergebruiken bij de opmaak van gemeentelijke ruimtelijke beleidsplannen. Dus op die manier heeft het wel een soort van doorwerking naar de meer formele beleidsplanning. Naast deze publicatie hebben we ook nog een afwegingskader voor woonontwikkeling gemaakt, waarin dat we eigenlijk een soort van praktische tool hebben gemaakt om na te gaan waar dat woonontwikkelingen wel of niet gewenst zijn. En het wordt onder andere ingezet voor de afweging van de woonuitbreidingsgebieden, om eigenlijk na te gaan welke woonuitbreidingsgebieden we behouden, maar vooral welke woonuitbreidingsgebieden we eigenlijk willen schrappen en herbestemmen in het voordeel van de open ruimte. En dat geeft wel zijn uitwerking naar de gemeentelijke ruimtelijke beleidsplannen en ook ruimtelijke uitvoeringsplannen. Want ondertussen zijn er 4 gemeenten bij ons concreet aan de slag om woonuitbreidingsgebieden in hun gemeente te schrappen. Ik denk dat dat een beetje een synthese is van ons verhaal van de RegioScan. Ja, dankjewel Steven. Dat was heel interessant, heel verhelderend ook. Ik nodig ook iedereen uit voor eens een kijkje te gaan nemen straks op de website. Daar staat ook veel informatie over dit instrument, deze RegioScan. Zeer interessant. We gaan de vragen, die houden we voor na de 5 pilootgemeenten. Dus als de 5 pilootgemeenten aan het woord zijn geweest, dan gaan we over naar de chat. Dankjewel Steven. Dan gaan we nu over naar de gemeente Vorselaar. Dag Leen, goedemorgen. Misschien is het handig dat jij ook eventjes je camera opzet. Leen? Goedemorgen. Ja, hallo, goedemorgen. Ja, goedemorgen. We zien u niet, kan dat? Uw camera staat denk ik nog niet op. Die staat. Ik zie mijzelf al wel, dus... Voilà, het is gelukt. Ja, oké, ja. Hallo. Hallo. De gemeente Vorselaar heeft eigenlijk een heel aantal eindproducten, had dat eigenlijk voorzien. Zij hebben een heel aantal instrumenten ontwikkeld. En Leen, is het mogelijk om de instrumenten eens een keer naderbij te bekijken en eens door te geven hoe dat die instrumenten eigenlijk doorwerking krijgen in het vergunningenbeleid van de gemeente Vorselaar? Ja, dus goedemorgen allemaal. Vorselaar is in het leertraject gestapt met vragen welke instrumenten we het best zouden kiezen om ons consequente ruimtelijke visie te verankeren voor de toekomst en welke rol ons RUB-kern hierin zal kunnen spelen. Aan de hand van 6 bouwstenen wilden we deze vragen beantwoorden. Dus we hebben samen de samenstelling van de GICRO gevoelig uitgebreid. Enerzijds hebben we het aantal leden gemaximaliseerd en anderzijds hebben we de deskundigheid uitgebreid over verschillende disciplines. Dus deze GICRO geeft ons advies in onze ruimtelijke planningsprocessen, maar ook bij complexere en grotere vergunningsaanvragen. Vervolgens hebben we onze eigen deskundigheid uitgebreid door deel te nemen aan het intergemeentelijk samenwerkingsverband Nederland. Nederland groepeert 5 gemeentes rond de kleine neten en niet alleen op vlak van ruimtelijke ordening werken we samen, maar we voeren ook samen met de provincie de BRV oefening Gewoontebreker uit. De acties van Gewoontebreker zetten in op haalbaarheidsonderzoeken om onder andere groen en blauw in semi-publieke en publieke ruimtes te integreren en op ontharding van voortuintjes. Dit is om zowel de beleidsmakers als de burgers te enthousiasmeren. Ten derde hebben we ons handhavingsplan op punt gesteld en zijn onder andere misdrijven in strijd met de klimaatadaptatie opgenomen in het prioriteitenkader. Het samenwerkingsverband Nederland is ook bezig met een pool aan te werven van een pool van handhavers die ervoor zullen zorgen dat het handhavingsplan geen dode letter blijft. Dus, maar dat het handhavingsplan wel het sluitstuk kan vormen van ons ruimtelijk beleid.
Het strategische denken vertaalde zich tijdens dit pilootproject in verschillende beeldkwaliteitsplannen. En die resulteerden dan weer in concrete projecten, zoals de bouw van een gemeenschappelijke bibliotheek met de scholen, waar de procedure natuurlijk nog van loopt. De heraanleg van ons marktplein, waar dat een gigantische ontharding mee samenhangt en waarin dat er een regenwaterbufferproject wordt georganiseerd samen met PITPA. De aanleg van een toegankelijk gemeentepark en zo. Ook zijn er middelen vrijgemaakt om in 2022 een grootschalig ontwerpend onderzoek te voeren voor onze dorpskern. En dat kan allemaal ingezet worden, die beeldkwaliteitsplannen kunnen allemaal ingezet worden bij de beoordeling van vergunningsaanvragen. Het Vademecum Openbaar Domein zorgt voor een consequente lijn in materiaalkeuzes bij de heraanleg van het openbaar domein. We kiezen voor een document dat blijft groeien en daarmee proberen we te vermijden om een te star kader te hebben dat de snel wijzigende regelgeving en technische eisen niet kan volgen. En tenslotte loopt de procedure voor de beperkte herziening van ons RUB-kern. De basis van ons RUB zit goed. Dus, maar na een zestal jaren was er toch een update noodzakelijk, waardoor we ook strengere stedenbouwkundige voorschriften kunnen toevoegen, zodat het RUB aandacht blijft hebben voor de kernkwaliteiten van het BRV. Hier wordt onder andere ingezet op sensibilisering van de burgers, maar ook op bijvoorbeeld een maximale verharding van de tuinzone, afhankelijk van de grootte van het perceel. Dus geruggesteund door het pilootproject heeft Vorselaar de handschoen opgenomen om in haar dagelijks functioneren meer ruimtelijk strategisch te denken, meer samen te werken en heel wat studie- en doewerk te verrichten in nauwe samenwerking met verschillende diensten en partners. Zo werden ook andere plannen opgemaakt en visies uitgewerkt. We denken hierbij aan het Energie- en Klimaatactieplan, het Basis Hemelwater- en Droogteplan met fiches van 18 deelzones die als toets kunnen worden gebruikt bij vergunningsaanvragen. Een onderzoek naar de clustering van maatschappelijke functies, een beheersplan voor het kasteeldomein en nog veel meer. Samengevat kunnen we dus stellen dat de eindproducten elk op hun manier doorwerken in het vergunningenbeleid, waarbij sommigen eerder instaan om een project af te toetsen aan de overkoepelende ruimtelijke visie en anderen bewust inzetten op ontharding en captatie van hemelwater. Het herzien RUB kern zal verordenende stedenbouwkundige voorschriften bieden waaraan de concrete projecten moeten voldoen. Voilà. Dank je wel, Leen. Was ook zeer inspirerend. Lijkt me een heel inspirerend instrument ook voor de andere gemeentes. Bedankt voor jullie interessante uiteenzetting. Ook op de website staat er een deel eigenlijk van jullie gemeente, maar binnenkort komt er daar ook nog een interview op met de burgemeester. Dus dat volgt binnenkort nog op de website. Dus bedankt, dank je wel. Dan gaan we nu, blijven we nog eigenlijk even in de Kempen. Dan gaan we nu over naar IOK. Goedemorgen, Anne. Goedemorgen allemaal. Hallo. Hallo. IOK, dus jullie hebben eigenlijk een digitaal platform ontwikkeld, waarbij dat er tools gericht zijn op een kwalitatieve projectontwikkeling. Nu zou je ons kunnen vertellen wat dat jullie juist ontwikkeld hebben en hoe dat die 10 kernkwaliteiten, hoe dat die eigenlijk verankerd zitten in dat platform en ook doorwerking krijgen eigenlijk in de vergunningenontwikkeling, in de projectontwikkeling. Ja, dus we zijn inderdaad het project Atelier Ruimte Kempen opgestart in 2019. En dat project omvat enerzijds het bestaande aanbod van de plangroep van onze intercommunale aan onze 29 gemeenten, zoals de opmaak van verordenende en richtinggevende instrumenten, ontwerpend onderzoek. Maar sinds een vijftal jaren hebben we ook een intergemeentelijke kwaliteitskamer. Nu, maatwerk is inderdaad altijd de basisvereiste
zetten voor kwalitatieve ruimtelijke ontwikkelingen. Maar we hebben toch gemerkt, zowel vanuit de intergemeentelijke kwaliteitskamer als op vraag van de gemeenten en ook van andere partners binnen de Kempen, dat het toch wel een behoefte is om naast dit maatwerk ook proactiever in te spelen op kwalitatieve ruimtelijke ontwikkelingen tot op projectniveau en dan vooral met betrekking tot de dorpse schaal. En daarom hebben we nu ook een generiek aanbod uitgewerkt voor onze 29 gemeenten. En dat generiek aanbod bestaat uit inspirerende modeldocumenten, tools, de Kempenkaart en dergelijke. En dit generieke aanbod zal via een digitaal platform aan de 29 gemeenten tezamen aangeboden worden. En zij kunnen dan inspiratie daar gaan opdoen. In eerste instantie hebben we een aantal inspirerende modeldocumenten uitgewerkt. En om te beginnen in functie van kwalitatieve projectontwikkelingen, dus tot op het niveau van de vergunningsaanvraag en de projectrealisatie. Het eerste inspirerende document is het menu kwalitatieve woonomgeving. Dat is eigenlijk het inhoudelijke moederdocument dat we opgestart zijn. En dat is een soort menukaart om aan kwalitatieve ruimtelijke ontwikkelingen tot op projectniveau te doen, onderverdeeld in 6 ruimtelijke thema's die allemaal tezamen belangrijk zijn om tot die duurzaamheid en kwaliteit op projectniveau te komen. En in die 6 thema's zitten dan ook die 10 ruimtelijke kernkwaliteiten vervat. Per thema hebben we inrichtingsbepalingen geformuleerd en een bijhorende toelichtingsnota. Een soort, we hebben eigenlijk inrichtingsbepalingen, je kan zeggen, voorgekauwd in samenwerking met specifieke experten per thema, maar ook in samenwerking met andere partners binnen de Kempen, zoals bijvoorbeeld intergemeentelijke erfgoeddiensten, regionale landschappen, experten van de intergemeentelijke kwaliteitskamer en dergelijke. Die inrichtingsbepalingen zijn ook altijd samengevat in een handige, heel compacte leidraad per thema, die de gemeente ook kunnen hanteren als dialoogdocument bij besprekingen van projecten met aanvragers van projecten. Maar die leidraden kunnen ook op voorhand aan de ontwerpers, aan de ontwikkelaars worden meegegeven om te hanteren bij het ontwerp. Bij sommige thema's hoort ook een bibliotheek. Dat is eigenlijk een overzicht van kaartmateriaal, data, bronnen die men kan hanteren, zowel bij de opmaak van het ontwerp als bij de voorafgaande analyse van het terrein. De gemeenten kunnen die inrichtingsbepalingen, die leidraden, zelf gaan vertalen op maat van hun gemeente in een combinatie van richtinggevende en verordenende instrumenten of enkel richtinggevende instrumenten of dergelijke. Dan hebben we het praktische inspirerende document, dat is het draaiboek woonprojecten of een draaiboek bij projectaanvragen. Dat is eigenlijk een heel praktisch stappenplan dat de aanvrager van een project en de gemeente het moet doorlopen tijdens het ontwerpproces en daarbij horen er ook een aantal praktische kleinere documenten zoals een checklist van te bezorgen informatie door de aanvrager gedurende de verschillende stappen van dat ontwerpproces. We willen de gemeente hier dus vooral mee ondersteunen om sterker hun regisseursrol op te nemen in kader van projectaanvragen. Alles is geschreven op basis van de dorpse schaal binnen de Kempen. We hebben ook de ervaringen vanuit de kwaliteitskamer hierin vertaald en vanuit het maatwerk. En de bedoeling is dat er op dat platform ook nog andere inspirerende modeldocumenten komen, ook heel praktisch gericht, zoals bijvoorbeeld modellen van overeenkomsten tussen de gemeente en de aanvrager, modellen van belastingreglementen, zaken met betrekking tot participatie bij private projectontwikkeling en dergelijke. Naast die inspirerende modeldocumenten zijn we ook een sterkere samenwerking binnen de Kempen opgestart. Enerzijds onder de naam Netwerkruimte Kempen, waarbij we sterker met partners binnen de Kempen gaan samenwerken en experten, wat dat dan ook weer input geeft voor die inspirerende documenten en omgekeerd.
Belangrijk is ook de opstart van de Kempenkaart. Dat is dus een kaart met betrekking tot onze 29 gemeenten en buurgemeenten, waarbij we geleidelijk aan kwalitatieve projecten binnen de Kempen gaan opnemen met een bijhorende informatiefiche. En ook per gemeente kan men gaan zien welke ruimtelijke instrumenten, verordenend en richtinggevend, die gemeente toepast in kader van kwalitatieve kernontwikkelingen. Dit wordt uiteraard ook nog gekoppeld vanaf volgend jaar aan heel wat netwerkmomenten, workshops die ook inspelen op die ruimtelijke thema's. Daar kunnen ook nog andere zaken aan gekoppeld worden, zoals expo's, uitreiking van de Kempen Award voor beste projecten en dergelijke. Dus het project zet in eerste instantie sterk in op het versterken van de regisseursrol van de gemeente bij projectaanvragen in de dorpskernen, maar versterkt ook de sterkere samenwerking tussen partners, experten en gemeenten binnen de Kempen. Ja, dat was beknopt. Ja, bedankt. Een heel mooie uiteenzetting. Heel interessant. Lijken me ook zeer inspirerende modeldocumenten. Heel nuttig ook. En ik denk dat dat ook wel een heel mooie samenwerking gaat teweegbrengen tussen de gemeentes binnen de Kempen. En dat dat ook mooi gaat groeien, lijkt mij. Ja. Dank je wel. Dus ook op de website kan iedereen meer informatie nog vinden over het product van IOK. Dat is daar ook te vinden, dat is op de merksite. Dus eigenlijk alle producten komen terecht op de merksite, zoals mijn collega Katlijne ook al eerder had aangegeven. Dan gaan we nu over naar de voorlaatste gemeente. En dat is de stad Zoutleeuw. Goedemorgen, Johan. Goedemorgen iedereen. Hallo. Jullie hebben eigenlijk een gemeenschappelijk kader ontwikkeld samen met andere gemeentes. En we zouden graag eens horen hoe dat kader juist werkt en hoe dat ook doorwerking krijgt in het vergunningenbeleid van die betrokken gemeentes. Wij zitten met een viertal gemeentes samen uit de Geitenstreek. En we worden de laatste jaren heel veel geconfronteerd met die appartementisering. En dan spreken we niet over projecten met 10 plus eenheden, maar dan zijn het 3 tot 5 tot 7. Die moeten in die kernen passen. Meestal zien we dat dat ook kleinere initiatiefnemers zijn, kleinere aannemers, kleinere bouwheren, en dat kwaliteitsaspect daar niet zo speelt. Het gaat hier vooral over hoe kunnen we met de verdichting die aangekondigd werd, zo goed mogelijk dat ruimtelijk rendement nu uitspelen om zelf zoveel, met zo min mogelijk kosten, zoveel mogelijk opbrengsten te hebben. En we hadden daar eigenlijk geen pasklaar antwoord voor. We vonden wel heel veel voorbeelden met grote projecten, daar kan je al wat gemakkelijker gaan onderhandelen. En kwaliteit, die grotere aannemers weten ook wel dat kwaliteit meer verkoopt. En dan zijn we eigenlijk gaan samenzitten met de collega's. En dan hebben we eigenlijk besloten van, hoe kunnen we hier nu een instrument voor maken dat we kunnen publiekelijk meegeven aan ontwikkelaars en lokale mensen om te zien, hoe willen wij dat er nu verdicht wordt? Wat zijn die kwaliteiten? Waar moet je rekening mee houden? Tegelijkertijd is het dan een document dat wil inspireren. Er zit een zelftoets in aan de hand van een aantal vragen. Als men die vragen moet beantwoorden, dan gaat men ook wat meer moeten onderzoeken. Want we ondervinden tegenwoordig dat het eigenlijk niet volstaat om hetgeen wat nodig is om een dossier volledig te verklaren, dat de ganse lading dekt om kwalitatief een uitspraak kunnen te doen over een dossier. Dus willen ze hier een aantal vragen beantwoorden, zichzelf scoren, dan gaan ze wat bijkomend onderzoek moeten doen. Dat bijkomend onderzoek en die scores die zichzelf geven, gaan ze moeten verantwoorden. En dat is dan eigenlijk de basis al voor de motivatienota bij een vergunningsaanvraag. Aan de andere kant zijn die vragen ook zo opgesteld dat het ook voor de dossierbehandelaar op een min of meer objectieve manier. Je kunt kwaliteit niet altijd objectief samenvatten in een aantal punten. Daar hadden we eigenlijk het meeste probleem mee, van hoe gaan we dat nu kwantificeren, objectiveren. En zodanig dat ook iedereen die een aanvraag indient in Gebets of in Zoutleeuw of in Landen of in Linden op een gelijkaardige manier daarmee omspringt. Want dat merken we, ze spelen ons wel tegen elkaar uit. In Gebets kan dat, in Linden kan dat, in Zoutleeuw kan dit niet. En ze kennen ondertussen wel die tamtam. Ze weten nu ook dat wij als een blok toch wel redelijk aan elkaar hangen. En we zijn die deuren ook een beetje aan het sluiten.
Dus daar komt het eigenlijk op neer. We hebben samen met een extern studiebureau en een extern deskundige proberen een set van vragen die gebundeld zijn in vier thema's. De ene gaat over de meest belangrijke vraag. Is deze locatie eigenlijk wel geschikt om te gaan verdichten? Dat is meteen ook voor de meeste besturen de moeilijkste vraag. In dat leeft staan we wat verder. We hebben zelf een afbakeningsplan gemaakt van wat is de dorpskern, wat is het dorpshart. En daar een ontwikkelingsmatrix aan gekoppeld van wat kan er dan? Waar kan verdicht worden? Waar kan niet verdicht worden? Maar de andere gemeentes in onze streek, die zijn zover nog niet om die stap te nemen. Dus hebben we hier eerst binnen de kwaliteitskamer eigenlijk een aantal vragen gesteld. Die handelen rond dat vraagstuk van, is het wel een goede locatie? Is die bereikbaar? Een openbaar vervoer is hier jammer genoeg heel weinig aanwezig. We zijn nu ook wel, zoals de burgemeester van Gebet zei, met die hop-in-punten bezig. En we zetten wel in op die andere modi. Maar dat staat nog in kinderschoenen. De nabijheid van voorzieningen is dan de volgende factor die daarvan belang is. En dan natuurlijk die ligging in het algemeen. Is die locatie daarvoor geschikt? Dus die vragen geeft eigenlijk alweer van, als je hier doorkomt door die vragen en je kan daar een positieve score op geven, dan weet je van, dan komt een rendementsverhoging of een bijkomende verdichting in aanmerking. En dan gaan we over naar de volgende stap. De volgende stap is dan, hoe verhoudt zich dat in het dorp? Vervult dat een nood aan het dorp? En daarmee willen we een beetje aangeven van, we spreken altijd over lasten op te leggen bij vergunningen. Wel, binnen het strategisch project dat hier aan, of waar dit nu geabsorbeerd is, onze opgave van het kwaliteitskamer is overgenomen in de kwaliteitskamer. Zij hebben eigenlijk voor alle op één na, voor alle dorpen in de Getenstreek, niet de steden, maar de dorpen in de Getenstreek, eigenlijk een dorpsbundel uitgemaakt met een aantal transitieopgaves. En die transitieopgaves, die vertalen wij in een vorm van meerwaardes naar die dorpskernen toe, en die willen we gerealiseerd zien. En dat is de basis voor een last in natura bij die vergunningsaanvraag. Dat is eigenlijk ons tweede luik. Het derde luik is dan op projectniveau zelf. Hoe spring je om met het parkeren? Hoe spring je om met het groen? Hoe spring je om met de waterhuishouding? Als je daar dan doorslaagt, ga je weer een stap verder. En dan bespreken we eigenlijk de individuele woonunit. En het is eigenlijk een document waar de basis die vragen. Het zijn een dertigtal vragen, denk ik, die men moet beantwoorden. We hebben die zo duidelijk mogelijk proberen te stellen met een aantal voorbeelden erbij. En zo kan eigenlijk een projectontwikkelaar al zelf die vraag beantwoorden. Want de enige vraag die wij krijgen over een perceel is van, mag je daar appartementen zetten? En wij antwoorden dan terug, dat hangt van het ontwerp af. Toon ons dat aan, dat je hetgeen wat je daar wil doen, dat dat kwalitatief in orde is. En nu, vanaf nu kunnen we eigenlijk deze bundel meegeven als een soort van leidraadinstrument. Nu, de 10 kernkwaliteiten zitten daarin verweven. We hebben het niet willen verankeren als zijnde een verordening, omdat we die soepelheid en die dialoog, want we hebben het ook een dialoogkompas genoemd, we willen in onderhandeling gaan. Dus waar we het niet eens zijn over de score die men zichzelf toekent, wij kennen een score toe aan de hand van van die vragenlijst, de ontwikkelaar doet dat ook. Waar we niet overeenkomen, moet duidelijkheid gegeven worden. Of kunnen wij bijkomend vragen, van kijk, maar je hebt daar nog aanpalend een stuk achter het liggend terrein liggen. Dat sluit de openbaar, dat geeft aansluiting met de open ruimte. Maak ons daar bijvoorbeeld een hoogstandboomgaard. Of herstel die grachten daar. Leg een wandelverbinding aan. Dus daar zijn we nu actief mee aan het starten, van hoe kunnen we nu dit proces in combinatie met die dorpsbundels gaan gebruiken om ook die transitieopgave voor dat dorp in lasten opgelegd te krijgen in natuur in zo'n projecten. En dat is eigenlijk het sluitstuk van het geheel. We willen niet gewoon een financiële bijdrage. Ik weet dat dat ook courant gebeurt. Maar we willen hier echt wel in natura, zodanig dat er ook draagvlak komt met die bevolking. Als we kenbaar maken van, zie, dat is de doelstelling voor dat dorp, daar willen we naartoe in die dorpsbundels. En zo projecten die dan bijkomend toch wel wat, vooral mobiliteitshinder geven in die dorpen, of waar we eigenlijk naar een bouwlaag hoger gaan, dat daar eigenlijk wel iets terug tegenover staat voor die gemeenschap zelf. En dat doen we in afspraak, in dialoog en liefst op voorhand. Nu, ik zoals ik eerder al gezegd heb, het is een samengaan van de samenwerking tussen die gemeentes. We hebben dat echt met workshops gedaan, onder de collega's, met concrete dossiers die we eigenlijk aan het bespreken waren, waar we
zo al van voelden van, dat zit hier niet goed. Hoe gaan we dat nu vertalen in iets objectiefs dat we kunnen terugkoppelen? En daar, alle gemeentes zijn het nu aan het uittesten. We hebben het ook al voorgelegd met een aantal architecten en ontwikkelaars. En ja, ik denk dat we wel vertrokken zijn met dit instrument. Maar ik moet het soepelheid hebben om te kunnen bijsturen. Voilà. Dat was in kort wat wij ontwikkeld hebben. Bedankt, Johan. Ik heb vorige keer, allee, toen we eigenlijk nog fysiek konden samenkomen, heb ik de brochure, heb ik de bundel ook al eens gezien. Lijkt me ook een heel goed instrument om eigenlijk in onderhandeling te gaan met de ontwikkelaars, om dat ook als basis te gebruiken. Lijken me heel interessante vragen, dus dank je wel. Ik denk dat dat ook heel inspirerend is voor de andere gemeentes. Jullie hebben ook een webpagina op de website, Merksite, dus ik nodig ook iedereen uit om daar een kijkje te gaan nemen. Dus dank je wel. Dank u. Dan gaan we nu over naar de laatste toelichting van deze themagroep. En dat is de stadsregio Turnhout. Goedemorgen, Magali. Goedemorgen. Hallo. Goedemorgen allemaal. Hoi, dag Ellen. Hey, hallo. Jullie pilootgroep, pilootproject heet Gedeelte Ruimte, Gedeelte Aanpak. En jullie hebben eigenlijk in samenwerking met de gemeentes Vosselaar, Beersen, Oud-Turnhout en de stad Turnhout een gemeenschappelijk beleidskader ontwikkeld. Zou je ons kunnen vertellen wat dat juist inhoudt en hoe dat eigenlijk doorwerking krijgt in dat vergunningenbeleid van die vier betrokken gemeentes? Ja, vooraleer concreet op je vraag te antwoorden van die doorwerking naar het vergunningenbeleid, wil ik even wat context schetsen. Zoals dat Marleen bij de inleiding ook al aangaf, dat intergemeentelijk samenwerken, dat is wel een belangrijk item, zien we ook overal terugkomen. En die meerwaarde van samen eigenlijk die complexe zaken te gaan aanpakken, samen eigenlijk te gaan zoeken naar een vorm om samen beleid te gaan maken, gaan voeren. Dat is eigenlijk het zwaartepunt of het grootste leerpunt in ons pilootproject, wat dat niet wegneemt dat we uiteraard ook aan een concreet kader met inhoudelijke doelen aan het werken zijn. Hè. Maar even om te schetsen, de afgelopen 2 jaar hebben we in het regionaal stedelijk gebied Turnhout een heel boeiend traject doorlopen op vlak van de samenwerking tussen de vier besturen. Bij de start van de nieuwe legislatuur is de samenwerking eigenlijk fundamenteel in vraag gesteld. Want een samenwerking tussen een centrumstad met al haar kenmerken en functies en 3 omliggende gemeenten, kleinere gemeenten ook dan, dat is op zich geen evidentie. Het zijn geen gelijkaardige gemeenten die daar samenwerken. Het zijn echt wel heel diverse gemeenten die daar samen beleid willen voeren. Doorheen de looptijd van het pilootproject hebben we dan eigenlijk ook voornamelijk gebouwd aan een nieuwe projectstructuur voor dit project met politieke en ambtelijke betrokkenheid op verschillende niveaus. Zo is er de beleidsgroep Ruimte en Mobiliteit, waar dat 4 burgemeesters en schepenen uit alle meerderheidsfracties samen die politieke dialoog voeren. Maar waar willen we hier samen naartoe? Hoe willen we hier dit beleidskamer samen vorm gaan geven? Waar zijn we het over eens? Wat moet bijgestuurd worden? En daarbij ook altijd ondersteund door een ambtelijke vertegenwoordiging. En ambtelijk is er een projectteam waar dat ook die rollen en verantwoordelijkheden heel duidelijk en formeel afgesproken zijn. Omdat we werken met 4 gemeenten samen, waar daar verschillende ambtenaren betrokken zijn. Het is daar heel belangrijk dat er daar ook iemand de projectcoördinatie binnen de gemeente op zich neemt en dat die afspraken heel goed gemaakt worden. We hadden daar ook een studiebureau aan onze zijde, dat is Buur, die ons helemaal begeleid heeft bij het inhoudelijk traject. Nu, het uitwerken van het beleidskader wat we maken voor ruimtelijke ontwikkelingsperspectieven van knooppunten, is een vrij complex project met ook een aantal deelprojecten. Dus voor heel het regionaal stedelijk gebied werken we aan een beleidskader op vlak van ruimte en mobiliteit. En lokaal
binnen de gemeente lopen dan parallel ook projecten die eigenlijk concreet op wijk- en straatniveau gaan uitgewerkt worden. Heel concreet om na te gaan op welke plaats we wel bepaalde verdichtingen willen of welke ontwikkelingen we op een bepaalde plaats wel willen, waar dat we de hop-in-punten verder willen uitwerken, hoe dat dan die connectie, die trage verbindingen daar naartoe moeten. Dus lokaal wordt dat verder uitgewerkt en bovenlokaal maken we het kader die eigenlijk de grenzen aangeeft, maar die lokale projecten die geven voeding aan het bovenlokale kader. Nu, je ziet hier ook de doelstellingen dat we met heel het strategisch kader willen bereiken. We willen inzetten op meer leefkwaliteit, bereikbaarheid, dan voornamelijk multimodale bereikbaarheid, de gezondheid gaan verhogen en uiteraard ook de impact op het klimaat gaan werken. En de koppeling tussen ruimte en mobiliteit is een heel erg belangrijk aspect daarin, waarbij dat we ook de ambitie hebben om een modal shift te realiseren van ten opzichte van het aantal verplaatsingen van 2017 naar 2035 willen we het aantal verplaatsingen met de fiets verdubbelen, het openbaar vervoer verdubbelen en de auto naar beneden. En die samenhang tussen ruimtelijke ordening en mobiliteit is daar een heel erg belangrijk aspect in. Nu, een voorbeeld van hoe dit doorwerkt in het kader dat we samen uitwerken in het vergunningbeleid is een voorbeeld op vlak van detailhandel. De vier gemeenten hebben samen een visie opgesteld over detailhandel. We willen een aantrekkelijke winkelregio zijn waarbij dat de vier gemeenten duidelijk afgesproken hebben om elkaar te gaan versterken. Op twee manieren doen de vier gemeenten dat samen. Enerzijds door een sturend beleid te voeren. Welk soort handel willen we waar daar concrete richtlijnen voor uitgewerkt zijn. Anderzijds om een stimulerend beleid te voeren. Om over de verschillende beleidsdomeinen heen te zorgen dat er van alles in de kernen gebeurt, dat die kernen echt wel leven. Op die manier pakken we samen het overaanbod van supermarkten aan. Hebben we echt de vier gemeenten samen een supermarktenstop ingevoerd, hè, dat er geen bijkomende winkelvloeroppervlakte aan supermarkten meer mag bijkomen. Dus wel als er een supermarkt verdwijnt, kan er een nieuwe in de plaats komen, maar dus daar een stop op gezet. Pakken we samen ook de ontwikkeling van baanwinkelconcentraties aan en zetten we in op een specifiek locatiebeleid voor welke handel dat we waar willen. Nu, dit proces is lopende en we merken dat de richtlijnen die we gemaakt hebben om dat beleid te sturen, dat die niet altijd voldoende zijn om ontwikkelingen tegen te houden. En vanuit dat kader, dat ruimtelijk mobiliteitskader, zijn we nu aan het zoeken naar bijkomende argumentatie om dat beleid verder vorm te geven. Dus dan maar in een notendop, detailhandel als voorbeeld, maar uiteraard ook rond waar willen we woonontwikkelingen, waar willen we ontwikkelingen voor personenattractoren, hebben we het breed genoemd. En daar zijn we allemaal kaders samen voor aan het uitwerken, die dat dan doorwerken in het vergunningenbeleid. Dank u wel, Magali. Een mooie uiteenzetting. Knap om te zien hoe dat die bovenlokale samenwerking, hoe dat die eigenlijk altijd steeds stappen vooruit zet tussen de gemeentes. Lijkt me zeer interessant ook. Ook een zeer complex verhaal, maar dat heb je zelf ook al aangegeven. Op de website, op de merksite, staat momenteel nog niets over de stadsregelturnout, maar dat komt er eigenlijk weldra aan. Dus dat gaat niet meer lang duren. Dan gaat er ook een webpagina van jullie op de website staan. Dan wil ik u nog ook heel graag bedanken. Dank u wel. Dan zijn we eigenlijk nu, hebben we de 5 pilootgemeentes die zijn aan het woord gekomen. Ik wil jullie ook allemaal heel hard bedanken. Het was eigenlijk een heel mooie samenwerking ook, de afgelopen 18 maanden toch. We hebben eigenlijk veel pilootgroepen samen doorgemaakt. Dus dat was een heel interessant verhaal, ook heel inspirerend, heel verhelderend ook. En dan ga ik nu graag het woord geven aan mijn collega, want dan gaan we nu over naar de chat voor vragen die dat er nog werden gesteld tijdens de chat. Dank u wel. Ja. Goedemorgen allemaal. Er zijn eigenlijk nog 2 vragen binnengekomen via de chat. Het
eerste was over de toelichting van Veneco, van Steven. Daar is een vraag binnengekomen van, ja, er is inderdaad, Steven heeft aangegeven dat er 4 gemeentes aan de slag zijn momenteel om die woonuitbreidingsgebieden te schrappen. En Christophe Michiels vroeg daarbij of dat die gemeenten dan een potje hebben om die pandschade te betalen en hoe dat die gemeentes dan hebben ingeschat hoeveel dat die pandschade ongeveer zal gaan bedragen, omdat dat momenteel in de huidige regelgeving het zo is dat dus de rechter dus die pandschade bepaalt. En in de nieuwe regelgeving die er mogelijk aankomt, zou dat de grondcommissie zijn. Dus dat was een vraag. Misschien dat Steven daar best een antwoord op geeft. Wel, wij hebben daar inderdaad met de gemeente een bepaalde inschatting gemaakt. Ik ga niet zeggen hoeveel. Dat is iets te delicate informatie. Maar op zich is het ook niet zo heel, heel moeilijk. Je kunt op basis van de huidige wettelijke regelgeving wel een bepaalde inschatting maken. Wat die mogelijke planschade zou kunnen kosten. En ik zeg zou kunnen kosten, want ja, in de huidige regelgeving zijn er wel ook wel randvoorwaarden en drempels. Dus absoluut niet zeker dat al die planschade effectief zal geclaimd worden. Dat is al het eerste. En ten tweede zal moeten uitbetaald worden. Maar we hebben daar inderdaad wat ramingen rond gemaakt en dan meegegeven aan die gemeenten. En ze hebben gezegd van oké, ja, we gaan daar dus noods de nodige fondsen voor voorzien. Zo onbetaalbaar lijkt dat ook niet, maar ja, het is natuurlijk wel een essentiële keuze dat je ook maakt als gemeentebestuur om daar ruimte, om budgettaire ruimte voor te voorzien. Maar ja, als je daar compleet achter staat om de open ruimte in je gemeente te behouden, en in verschillende gemeenten gaat dat over 30, 40, zelfs 60 hectare, dan wil men dat ook waarmaken. Dus ja, dat is een keuze, een beleidskeuze dat je maakt. Oké, dank u wel. Is dat een voldoende antwoord op uw vraag, Christophe? Ja, dat is oké. Oké, dank u wel, Steven. De tweede vraag die binnengekomen was, was er eentje van Wolfgang voor Anne, dus in verband met het netwerk Ruimte Kempen. Daar vroeg Wolfgang van, dat ze bezig zijn met dus de afbakeningen van de referentieregio's. Vroeg Wolf, dat netwerk Ruimte Kempen, komt dat ongeveer overeen met dus de referentieregio? Dat komt ongeveer overeen. Dus wij hebben met de Kempen, ons werkingsgebied zijn 29 gemeenten. Alleen denk ik 2 van onze gemeenten, ik denk Heist op den Berg en Nijlen, dat die in de referentieregio Rivierenland, denk ik, liggen in plaats van Kempen. Ja, en voor de rest zijn er eigenlijk alleen maar een paar vragen binnengekomen ook om links te voorzien naar de verschillende projecten. Die linken zijn in de chat opgenomen. En de link naar de opname zal trouwens ook in het verslag opgenomen worden van de vergadering van vandaag. Dus. Is er nog iemand die nu nog een vraag wil stellen misschien, die nog niet in de chat staat? Dan kan dat nog. Dan denk ik het niet. Als er nog iets opkomt, dan is de chat natuurlijk nog altijd open. Goed, daarmee sluiten we het stukje van de pilootgroep Ruimtelijk Rendement en 10 kernkwaliteiten af. En dan gaan we eventjes pauzeren. Het is nu 20:05 minuutjes. 15:15 beginnen we terug met het stukje over beleidsplanning. Tot zo dadelijk. We gaan verder met het tweede stuk van de agenda. We laten nu de deelnemers van de pilootgroep intergemeentelijke of gemeentelijke beleidsplanning aan het woord. Eerst gaan de steden Geel en Hoogstraat toelichten hoe zij aan de slag zijn gegaan met beleidsplanning.
En dan aansluitend gaan de gemeentes Lo Christi en Bornem elk hun gouden tip over beleidsplanning aan jullie geven. Dan gaan we nog eventjes dieper in op het puzzelmodel dat Leijen al heeft opgemaakt over intergemeentelijke beleidsplanning. En om af te sluiten voor dit stukje gaan we heel graag ook nog in op de leerpunten die wij als departement meegenomen hebben uit deze pilootgroep beleidsplanning. Dus dat is voor straks. Goed, dus we gaan beginnen met de steden Geel en Hoogstraten. Dus daarvoor geef ik heel graag het woord aan Tinne van de Venne en Anne Embrechts. Jullie mogen eventjes uw camera en uw geluid aanzetten. Mogen we aan de rest van de deelnemers vragen om de camera en het geluid af te zetten? Soms hoor ik af en toe zo'n galm. Ik denk dat dat is omdat iemand anders zijn geluid nog aanstaat. Dus Tinne en Ant is voor jullie. Dank je wel. Hadden jullie ook onze presentatie? Ja. Dus als die wordt bestuurd, dus als jullie dan vervolgens graag naar de volgende gaan, dan heb je maar een gilletje. Ja. Een belangrijke vraag die je daar zou kunnen stellen is, ja, waarom starten daar eigenlijk mee met zo'n opmaak van een beleidsplanruimte? Voor ons in Hoogstraten, ons gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, dat dateerde van 2005 goedgekeurd. Hè, dus de voorbereiding daarvan, die ligt dan nog enkele jaren daarvoor. Dus dat is al wel een enigszins op leeftijd. En in die 15 jaar tijd dat dat goedgekeurd is, is er heel veel veranderd. En het structuurplan, dat bood niet altijd een antwoord op vragen die dat wel heel concreet waren voor ons. Dus op welke manier kun je op een kwalitatieve manier aan kernversterking doen? Daar zijn geen antwoorden voor die dat je kan terugvinden in dat structuurplan. Ook biedt dat totaal geen kader voor hernieuwbare energie of voor warmte. Er was toen totaal nog geen sprake van. Er was al wel sprake van, maar helemaal op een ander niveau. Ook over de gewenste openruimtestructuur, die staat er niet zo duidelijk in omschreven. Hè. Dus dat zouden we toch ook graag allemaal wat scherper stellen. Er is ook geen lokaal kader voor al dan niet gewenste ruimtelijke ontwikkelingen in die agrarische ruimte. Dus daar zijn we ook op zoek naar antwoorden. Die gewenste landschappelijke structuur, hoe kunnen we die verankeren? Dat zit er ook niet in ons structuurplan. En dan, ja, een belangrijke is eigenlijk de nood om het terugdringen van het ruimtebeslag te gaan sturen versus eigenlijk die vooropgestelde groei die daar voor Hoogstraten voorop is gesteld. Hoe dat we dat gaan waarmaken. Dus was er voor ons echt wel nood aan de opmaak of toch nadenken over we gaan moeten stilletjes aan toch wel gaan starten met een beleidsplan ruimte op te maken. Mocht naar de volgende slide gaan. Daarbij hadden wij als Hoogstraten, iedereen heeft het betonrapport wel gekregen, maar wij zijn in Hoogstraten er als nummer 1 uitgekomen met de hoogste betonsnelheid in Vlaanderen tussen 2005 en 2015, waardoor dat we nog helemaal publiekelijk eigenlijk daarmee geconfronteerd werden en dat we eigenlijk heel duidelijk een nieuwe richting willen inslaan. Hè. Dus dat we dat bijkomend ruimtebeslag zoveel mogelijk willen reduceren en eigenlijk die ambitie van Vlaanderen ook mee waarmaken. Hè. We willen daar ook absoluut niet mee wachten tot 2039. Hè. Dus we willen vroeger daarmee aan de slag gaan en we willen dat efficiënt en zorgvuldig ruimtegebruik ons nu al beginnen eigen te maken. Dus op die manier zien wij wel het opmaken van een beleidsplanruimte als een nuttig instrument. En dan kijk ik nu naar mijn collega van Geel. Ja, dan mag de volgende slide dan zijn. Goedemorgen allemaal.
Ik ben sinds vorig jaar nog maar aan de slag in Geel als beleidsadviseur stadsontwikkeling. En ik heb eigenlijk van mijn voorganger Rob Krabbenberg het grote cadeau gekregen om al een beleidsplanruimte klaar te hebben liggen, of zo goed als klaar. Dat is opgemaakt door ontwerpbureau Omgeving in samenwerking met IOK, die het beleidskader Openruimte aan het opmaken was toen ik startte aan mijn nieuwe job. En ja, Stad Geel stond ook redelijk hoog bovenaan in het betonrapport. Dat is opgemaakt door Natuurpunt. Dus eigenlijk de redenen om te starten in 2014 met een beleidsplanruimte was zijn soort gelijk aan die van Hoogstraten. En voor mij nu, ik was eigenlijk vooraf niet zo op de hoogte van beleidsplanning. Maar het is nu echt wel, nu het er ligt, een wegwijzer in de transitie naar een duurzaam ruimtegebruik. Een van de onderdelen bijvoorbeeld is een open ruimtemaal. Die is opgenomen voor het volledige grondgebied van Stad Geel. En waarin echt is aangeduid waar we gaan werken aan kernversterking. Waar we gaan werken aan open ruimtebeleid. En waar er groene dooradering gewenst is. Dus het is echt een richtingwijzer om concrete projecten te kunnen aanpakken en een richting aan te gaan. Ja, mag ik de volgende slide zijn? Hoe we het proces precies hebben uitgewerkt, is terug te vinden in een korte samenvatting op de website van de pilootprojecten. En daar is ook een link te vinden naar onze eigen webpagina, waarop alle documenten beschikbaar zijn, want momenteel loopt dus het openbaar onderzoek rond het beleidsplanruimte. En daar is zeker de procesnota heel interessant om na te lezen voor jullie, omdat daar eigenlijk het volledige proces over de opmaak van het beleidsplan ook is opgenomen. Ja, dan mag je de volgende slide staan. En dat planproces is vooral samengebeurd in Geel met de bevolking en heel veel verschillende andere betrokken partijen. En dat was heel uitdrukkelijk een heel open en transparant proces. Waar we een heel enthousiaste Schepen hadden als ambassadeur, die ook telkens mee paraat was om te discussiëren en mee te duiden welke richting we uit willen gaan. En er zijn dan ook verschillende formules toegepast, zoals ja, expertgroepen, online discussieplatform voor mensen die meer, bijvoorbeeld voor meer gericht naar gezinnen, die dan 's avonds actief kunnen zijn en die altijd tijd hebben om deel te nemen aan dialoogcafés of infomarkten. Er is ook een verruimde gemeenteraad geweest waar de GECRO en de gemeenteraadsleden samen door heel het plan gegaan zijn. Dus dat is eigenlijk een heel intensief en tijdrovend proces geweest, maar echt essentieel om draagvlak te vinden. Want uiteindelijk hebben we nu de voorlopige vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad en was die unaniem akkoord met het resultaat. Dus dat was wel mooi om te horen. Ja, dan mag je dan de volgende slide zijn. En tijdens al die participatiemomenten hebben we telkens geprobeerd om het verhaal heel lokaal en persoonlijk te brengen. Het is moeilijk om te sensibiliseren over algemeen ruimtelijk beleid. Wat is lintbebouwing? Waarom moeten we dat per se allemaal doen? Dus we proberen telkens om er voorbeelden bij te halen, toegepast op Geel, zodat het ook deel uitmaakte van echt de leefwereld van de mensen die meediscussieerden over wat dat de inhoud moest zijn. Ja, mag je de volgende slide zijn? We hebben ook heel erg ingezet op ontwerpend onderzoek. Telkens werden ook cases van alle deeldorpen besproken. En er zijn ook strategische projecten aangeduid voor heel de stad. Zijn er een vijftal, waar dat heel specifiek is op ingegaan op de verschillende doelstellingen. Zoals bijvoorbeeld hier ziet u de contour van het project van de stationsomgeving, waar we nieuwe woonontwikkelingen willen realiseren, maar met heel sterke nadruk op een groen-blauwe dooradering doorheen die nieuwe ontwikkelingen, die aansluit ook op de groene dooradering door het stedelijk gebied op groter niveau. Dus we willen ook hier weer proberen door die strategische projecten om het persoonlijk te maken en lokaal het verhaal te vertellen. Ja, volgende slide. En uiteindelijk zijn we dan, toen het beleidsplan klaar was, hebben we ook een communicatiecampagne opgestart om het plan nog meer stadsbreed bekend te maken. We hebben daarvoor samengewerkt met een communicatiebureau, wat echt een aanrader is, of heel belangrijk is geweest voor ons. Ze hebben bijvoorbeeld het idee van de pijlen gelanceerd, die je op de vorige slide nog zag. Die zijn op een nacht ineens allemaal verschenen aan het stadhuis om in de kijker te zetten dat er een beleidsplanruimte was, dat geconsulteerd kon worden. Ja, mag op de volgende slide zijn. En intussen staat heel het verhaal ook online consulteerbaar. De slogan is ook weer mijn dorp, mijn stad, mijn Geel, vertrekkend vanuit de dorpen en het stedelijk gebied en dan het Geel. En op de slide zijn op de site zijn bijvoorbeeld ook Gelenaars aan het woord, onze ambassadeurs, die elk hun eigen
visie geven op het beleidsplan of wat voor hun belangrijk is in het beleidsplan. Mag ook de volgende slide zijn. Dus op deze pagina is alles terug te vinden en na te lezen. Er is bijvoorbeeld ook een inspiratiebrochure opgemaakt door het communicatiebureau, wat eigenlijk een korte samenvatting is in een 40-tal bladzijden van het volledige, heel omvangrijke beleidsplan dat meer dan 800 bladzijden omvat. Dus dat is ook weer een handige tool om bewoners toch aan te zetten om al de documenten door te nemen en eigenlijk te zien waar het allemaal om gaat, wat de uitdagingen zijn. Voilà, en dan is het nu terug aan Anne. Een tip die dat wij mee kunnen geven is ook om de ganse organisatie van het begin mee te betrekken bij de opmaak van de beleidsplanruimte. In Hoogstraat zijn wij gestart met een intern startmoment voor alle medewerkers. Dus eigenlijk alle collega's waren daar welkom om een beetje kennis te maken met wat is dat nu, beleidsplanning. Die film van Plannen voor Plaatsen hebben wij getoond om hem daar een beetje, ja, om een beetje een opwarmertje te doen. En vervolgens hebben we hem dan ook geconfronteerd met een aantal vraagstellingen, vraagstukken, aandachtspunten. En hebben we met hun daarover in dialoog gegaan om hun een beetje warm te maken daarin. Dan hebben we ook een oproep gelanceerd wie dat er nog verder betrokken zou willen worden bij het verdere traject. Maar daarnaast hebben wij ook zelf geselecteerd wie dat er allemaal betrokken moet zijn bij die opmaak van het beleidsplan, om zo organisatiebreed mogelijk iedereen betrokken te hebben. Zodat we hebben ook de keuze gemaakt om een allesomvattend beleidsplan ruimte te maken, om niet te eng te gaan, maar om het echt heel breed te doen. En daarom vinden wij het ook heel belangrijk om dat organisatie breed te blijven houden. Die interne stuurgroep, die is vooraf... Die heeft voor een heel jaar lang de vergadermomenten, die liggen al vast, zodat iedereen daar rekening mee kan houden. In zijn agenda, want ja, die agenda's die slippen natuurlijk dicht. En we stellen echt wel vast dat dat echt wel een grote meerwaarde is, dat we dat op die manier georganiseerd hebben. Dus dat is zeker een tip voor jullie allemaal, die dan nog moeten starten. Je mag naar de volgende slide gaan. Daarnaast is, net zoals dat Geel ook al heeft aangehaald, participatie... een heel belangrijk onderdeeltje van heel dit opmaak. Wij zijn aanvankelijk gestart met het idee, wij gaan super veel inzetten op participatie. En we zijn eigenlijk dan gestart en toen is het coronavirus uitgebroken en dan is alles op een heel laag pitje gegaan. Dus de vooropname die dat we hadden, voorafname die dat we hadden, die is eigenlijk, die hebben we niet kunnen waarmaken. We hadden een presentatie voorzien, een inspiratiemoment voor onze burgers. Die hebben we moeten uitstellen en uitstellen en nog eens uitstellen. En die hebben we uiteindelijk dit jaar, begin dit jaar, digitaal laten doorgaan. Dus we zijn wel heel blij dat ze eens kunnen doorgaan. Weliswaar op een digitale manier, waar dat toch net iets een andere atmosfeer heeft. Vervolgens hebben wij dan toch een inwonersbevraging gelanceerd om de input van onze burgers te krijgen. En nu in de zomer zullen wij de wandel- en fietsroute gaan organiseren om onze burger nog eens een keer dieper te gaan bevragen. En eigenlijk naar aanloop van de voorbereiding van ruimtepanels die dat we in het najaar zullen gaan organiseren. Dus dat is een beetje een afgeslankte versie, maar het is zeker wel een vorm van participatie. Op een moment dat het eigenlijk nog niet zo helemaal verplicht is in de opmaak van een beleidsplanruimte. Mag nog naar de volgende slide gaan. Wij hadden net al gezegd van wij hebben gekozen om erg breed te gaan. Om allesomvattend eigenlijk een beleidsplan te gaan maken voor Hoogstraten. En wij hebben daarbij ook al ondertussen 3 keuzes gemaakt van beleidskaders. We zijn een beetje in die richting automatisch gestuurd. Hè, want we hadden het daar straks gezegd van, we zoeken antwoorden van op welke manier kunnen we kwalitatieve
kernversterking doen. Dus dat beleidskader kernen, dat komt al vrij snel aan bod. En we hebben ook een aantal vraagstukken. We hebben heel veel landbouwgebied, hè, dus die open ruimte, al die zaken die dat daar zich afspelen. Dus dat is ook een beleidskader aan zich geworden. Hè. Dus, maar niet alleen de stedelijke kern, bedoel ik. Ook we hebben een aantal deelgemeenten die daar eerder dorpen heel kleinschalig zijn. Maar dat is ook een kern op zich. Hè. Dus dat is dan niet het groot, allee, het stedelijke. Maar die dorpse kern, dat is ook een kern. En dat vinden we net zo waardevol om dat te omschrijven, waar het daar de toekomst, hoe dat we die toekomst zien. En dan een andere die dat we niet echt konden thuisbrengen in de twee, dat is de economische ruimte. Dus we spreken zowel van bedrijvigheid in de kernen als van bedrijvigheid in de open ruimte. En dat is de reden ook waarom dat we daar een afzonderlijk beleidskader nog hebben daarvoor uitgetrokken, omdat dat toch nog een zeer belangrijk onderdeel is. En dan kijk ik terug naar mijn collega Van Geel. Dit is het schema van hoe het beleidsplan Geel is opgebouwd. Dus naast de strategische visie zijn er 5 beleidskaders hier in Geel aangeduid. We hebben de keuze gemaakt tussen enerzijds het beleidskader Leefbare Dorpen, eigenlijk voor de dorpen rondom de stadskern, en dan het tweede beleidskader Veelzijdige Stad voor de stad zelf. Dan nog duurzame bedrijvigheid, publieke ruimte en mobiliteit en tenslotte open ruimte. En wat heel belangrijk is in die beleidskaders, is dat we daar telkens een groot aantal acties in omschreven hebben. En dat we dan een selectie hebben gemaakt van de meest prioritaire acties die we dan gebundeld hebben in het actieprogramma, waar een 40-tal acties in opgenomen zijn. En die acties zijn eigenlijk wel heel belangrijk, omdat dat ook is waar burgers telkens naar vragen, van wat gaat er concreet van komen. In de volgende slide dan graag. Hebben we ook in de communicatie nu geprobeerd om dat wat meer tastbaar te maken door eigenlijk een fietstocht uit te stippelen langs alle verschillende deeldorpen van Geel. En per deeldorp is er een soort bannerconstructie opgesteld, de foto links bovenaan, waar dat er een toekomstbeeld wordt gegeven en ook een historische foto. En vooral ook een link naar de website, waar je dan eigenlijk waar 3 acties beschreven staan voor dat deeldorp en waar je dan ook weer kan stemmen of kiezen welke actie voor jou als burger meest prioritair is. Waar we toch al flink wat reacties op hebben binnengekregen nu. Voilà, dan mag er nog een slide zijn. De laatste dan. Dus dat is eigenlijk een beeldje van de webpagina waar die verschillende acties omschreven staan. Want zo'n open planproces, dat schept heel wat verwachtingen. En realisaties op korte termijn zijn echt wel nodig om de inwoner te erkennen voor hun inspanningen. Dus daar willen we eigenlijk nog veel meer op inzetten. En dat is waar we nu mee van start kunnen gaan. Voilà, dat was eigenlijk de toelichting. Prima, dank jullie wel. Heel inspirerend. Ik denk voor veel andere gemeentes zeker een heel mooie inleiding als zij willen starten. Dan gaan we eens kijken wat de gemeentes Locristi en Bornum aan jullie willen meegeven als gouden tip om met beleidsplanning aan de slag te gaan. We gaan eerst eventjes naar, ik denk Steven Hoornaert opnieuw van Venico, want zij voeren in opdracht van de gemeente Locristi het proces. Ja, inderdaad. U mag de slide tonen. Of... Ja, voilà. Ja, mijn tip is eigenlijk heel eenvoudig. Ga niet hals over kop te werk. Het opmaken van een ruimtelijk beleidsplan is wel degelijk een heel intensief en complex planningsproces. En daarom is het altijd heel goed om u daarvoor heel goed voor te bereiden. En ook bijvoorbeeld nog voordat je start met de effectieve opmaak van het beleidsplan, een grondige evaluatie te maken van het ruimtelijk beleid en specifiek ook het huidige structuurplan. Want het is zo dat het huidige structuurplan ook vaak nog altijd op heel wat punten actueel kan zijn en een basis kan zijn om werk te maken van concrete problemen of bepaalde kwaliteiten dat je wil realiseren.
Dus dat is een beetje de tip die we vanuit Locristi willen meegeven. De gemeentelijke omgevingsambtenaar kon vandaag er niet bij zijn. Maar Locristi heeft een heel specifieke situatie waarbij dat er een algemeen plan van aanleg is van 1994. En op een beetje vreemde manier is dat algemeen plan van aanleg eigenlijk een stuk vertaald geworden in het ruimtelijk structuurplan. Waardoor dat men ook soms nu wat met een verouderd ruimtelijk beleidskader zit. En dat was natuurlijk voor Locristi wel de aanleiding om dat ruimtelijk beleidsplan op te maken, om dus dat structuurplan te herzien. En dus ook in de toekomst het APA op een aantal punten te kunnen aanpassen. Maar dat neemt niet weg dat we ook nu al in de eerste fase van de conceptnota eigenlijk hebben kunnen vaststellen dat er heel wat sleutelkwesties zijn die eigenlijk ook al op basis van het huidige structuurplan kunnen worden aangepakt. Vandaar dat het zinvol is om die evaluatie op voorhand ook te maken en eigenlijk ook al die sleutelkwesties in een soort van tweesporenbeleid ook sneller aan te pakken en dus ook niet te wachten op een definitieve goedkeuring van zo'n ruimtelijk beleidsplan. Dus we zijn eer gebend, zoiets. Inderdaad. En dan gaan we naar de gemeente Bornem, waarvoor de schepen, Jorge de Meijer, zeg ik dat nu juist, of de Meijer? De Meijer, voilà. Jorge de Meijer zijn tip gaat meegeven. Ja, goedemorgen allemaal. Ga omzichtig om met tendensen die op korte tijd voor te veel verandering zorgen en waarbij de impact de gemeente nog vele jaren kan achtervolgen, heb ik als quote gekozen. Ik denk dat de tendensen wel bij iedereen wel duidelijk zijn. Het gaat vooral over verdichtingselementen, op zoek gaan naar kleinere wooneenheden, het gegroepeerd gaan wonen, meer gezinswoningen, kangaroowoningen, co-housing, allemaal tendensen waar veel over gepraat en geschreven wordt. Maar het gaat ook over aangepaste en aanpasbare woningen, het modulaire wonen. En dan denken we vaak meteen aan zorgwonen, maar ook plaatsen van zorgcontainers enzovoort. En mogelijke andere tendensen natuurlijk gaan dan vooral over duurzaamheid, circulair verbouwen en dergelijke. Allemaal zeer interessant, allemaal zeer onderbouwd ook in alles wat je daarvan leest. Maar toch hebben we gemerkt dat in het opmaken van het beleidsplan, dat we toch altijd een bepaalde reflex moeten hebben om niet te snel zomaar mee te gaan en om de impact van die tendensen zeker te waarborgen en tenminste erover na te denken en te beschrijven. Mogelijke impact, ik denk, en dat is bij velen ook al aan bod gekomen vandaag, de impact op die mobiliteit, waarvan dat wij toch het aanvoelen hebben dat die modal shift voor de mobiliteit toch op een andere snelheid zit dan de bouwshift die vandaag de dag gevoerd wordt. Hopelijk komen die ooit een keer samen, maar vandaag de dag zorgt dat toch voor een aantal problematieken waar we ons toch voor moeten behoeden. Andere elementen waar we van voelen van wat gaat dit op termijn opleveren of wat gaat dit op termijn betekenen. Wanneer we die verdichting in de vorm van appartementisering gaan bekijken of het gegroepeerd wonen, dan zijn er toch wel heel veel grondgebonden woningen die gaan verdwijnen. Waar dat we ook meer en meer in een situatie terechtkomen waar voor elke wijziging, het zij in visie, het zij in renovatie, het zij in aanpassingen naar openbaar domein, we toch meteen gaan moeten rekening houden met het geheel van eigenaars op dat moment. En misschien kan dat nog beperkend gaan werken wanneer dat we op langere termijn visies gaan bekijken. En dat men steeds zal moeten rekening houden met een grotere en, we weten het allemaal denk ik, een mondigere groep van burgers. We zien ook dat sommige elementen ineens plaats moeten maken om toch een wijziging, wijzigingen in onze samenleving. Het corona-covid gebeuren laat ons allemaal ineens meer thuiswerken. Met kleinere woningen, waar is de bureauruimte soms nog naartoe? Mensen hebben nood aan meer buitenruimte. Wat zijn die gevolgen dan van die kleinere wooneenheden op de woonkwaliteit, de leefkwaliteit en op de sociale cohesie algemeen? Een voorbeeldje uit Bornem. In het verleden
Een aantal jaar geleden zijn er een aantal betaalbare, waar veel vraag naar is, meer gezinswoningen gegroepeerd geplaatst. En die hebben toch wel duidelijk voor een sociale problematiek gezorgd, omdat die sociale mix eigenlijk ontbrak op een te kleine oppervlakte. En dat is echt niet evident om daar dan eigenlijk terug op te gaan in te spelen en om daar iets aan te gaan doen. Verder merken wij ook op dat er een sneller veranderende en complexere wet en regelgeving is. En ook dat tempo van die wijzigingen loopt precies niet altijd gelijk met de lengte of de doorlooptijd van planning en uitwerking van die plannen, de levensduur van ruimtelijke instrumenten, waaronder ook beleidsplannen, maar ook ruimtelijke uitvoeringsplannen, verordeningen, die misschien ook mogelijk als actiepunten geformuleerd worden in die beleidsplanning. Nog een elementje. Wij hebben bij het begin van onze opmaak van ons beleidsplan een grote bevraging gedaan in Bornem. En wat daar zeker uit de bus kwam, is dat voor veel mensen die verandering heel snel gaat. Mensen herkennen hun eigen buurt niet meer en voelen dat echt dat een hypotheek legt op het sociale weefsel en op hun maatschappelijke context in de dichte nabijheid. Waardevolle panden die verdwijnen, relicten die verdwijnen, erfgoedelementen. We merken ook vaak dat onder het mom van duurzaamheid, maar misschien ook ingegeven door een financiële afweging, soms vaak snel naar nieuwbouw wordt gegrepen in de plaats van renovatie, waar dat dan duidelijk is dat wat je afbreekt nooit meer terugkomt. Hè. Dus daar toch ook de durf vasthouden aan specifieke topologieën die eigen zijn aan uw stad of gemeente, hoe groot de druk van bouwpromotoren of vanuit een woningnood ook is. Dus als conclusie, ga steeds uit van je eigen sterktes, zwaktes en kwaliteiten en ga toch niet zomaar blindelings mee in tendensen die onweerstaanbaar lijken te zijn. Dat lijkt me een hele mooie conclusie, dank u wel. Aanvullend op die eerste tip, bezint eer je begint, hadden we het in de pilootgroep parkeren daar ook over. En daar gaven de twee gemeentes aan dat ze ook alle twee best wel koudwatervrees hadden, of hoe zeggen ze dat dan? Maar dat ze ook wel aangaven die eerste periode van participatie en van verkennen, die geeft u ook nog wel heel veel ruimte. En dat ze alle twee zoiets hadden van, we zijn blij dat we gesprongen zijn en die periode heeft ons echt nog wel de tijd gegeven om een aantal dingen te onderzoeken en af te toetsen. Dus ik denk dat hun tip dan zou zijn van, vertrek maar, ga maar en het komt wel in orde. Ik denk dat we nu beter overgaan naar een aantal vragen, want het zijn er al een heel deel. Ik wil misschien nog heel eventjes eerst meegeven dat de resultaten van Locristi al op de site staan en die van Bornem er een van deze aankomen. Dus zeker in het oog te houden. Ik wil ook nog eventjes meegeven dat ook de gemeente Puurs-Sint-Amans deel uitmaakte van de pilootgroep lokale beleidsplanning. En dat hun tips en ervaringen en producten ook een van deze dagen op de website zullen komen. Eens eventjes kijken. Ik zie geen presentatie meer in beeld. En ik zie mevrouw Van der Linde in beeld. Misschien, Isabel, kunt jij eventjes de camera uitzetten? En dan zouden we nu eventjes naar de vragen gaan, Emily, als dat voor u oké is. En dan gaan we daarna verder met Leijendal en met onze eigen leerpunten. Ja, ik heb een aantal vragen inderdaad in de chat zien binnenkomen. Vooral naar aanleiding van de presentaties van Hoogstraten en Van Geel. En er is blijkbaar heel veel interesse in de participatietrajecten. Kim vroeg hoe organiseerden jullie de inwonersbevraging? Dat was dan vooral gericht naar Hoogstraten toe. En wat was de respons daarop? En Els vulde daar nog bij aan. Zij stelde zich daarbij nog de vraag van, hebben jullie veel inhoudelijke input gekregen van de bewoners? Of
ging het daarbij eigenlijk eerder om de inwoners te inspireren en om ze zo meer mee te krijgen in het verhaal en de ambassadeur te kunnen maken. Dus ik denk dat dat vooral een vraag was naar Anne, want die vragen werden echt gesteld naar aanleiding van de toelichting van de Hoogstraden. Ja, dat is altijd een moeilijke. Hè. Op welke manier moet je vragen stellen? Hè? Mijn collega die zegt mij 100 keer, je moet eerst goed nadenken welke antwoorden dat je wilt. En dan kun je pas eigenlijk checken of dat je vraag een goede vraag is. Maar wij hebben eigenlijk het participatiedeel. Wij willen onze burgers vooral betrekken. Wij willen ze deel laten uitmaken. Wij willen ze laten... aanvoelen dat er noden zijn. Hè. Dus eigenlijk die eerste presentatie die we gegeven hadden, is hun vooral om te laten voelen dat er wel nood is aan verandering. Dat er nood is aan verandering, bijsturing. Want uiteindelijk, beleidsplanning is wel een beetje een ver van mijn bedshow. Hè. Dus dat is ook de reden waarom dat Geel heel de tijd zegt, maak het persoonlijk, hè, om mensen te betrekken. Want... eigenlijk zouden we zelfs kunnen zeggen dat het voor ons eigen bestuur soms dat we voelen dat het een beetje te ver weg is, al die beleidsplanning, dat het allemaal te vaag is, dat het niet concreet genoeg is, dat ze eigenlijk wel die ideeën mee ondersteunen. Hè. We gaan meer doen met minder ruimte, maar eigenlijk in dezelfde zin zouden bijna een totaal tegenstrijdige vergunning verlenen. Dus het is een heel moeilijk traject. En om ook die burgers daarbij te betrekken, hebben wij ook vooral gekozen om in te zetten op ook vraagstellingen die daar om een beetje te polsen naar waar zit dat draagvlak eigenlijk ergens. De resultaten kan ik helaas nog niet vertellen, want we hebben hem deze week pas afgesloten, de enquête. Dus die hebben we nog niet kunnen analyseren. We willen daar ook... Ja, verder op ingaan. En ik denk dat ik ergens ook een vraag zien passeren. Wie verkiezen jullie? Ja, wij merken natuurlijk ook wel wie betrekken jullie daarbij? Je merkt wel als je gaat participatie, en zeker als je op een digitale manier gaat participeren, dat je wel vaak altijd dezelfde inwoners die dat sowieso al geëngageerd zijn, dat je die wel vaak betrekt. Dus dat is ook de reden dat wij nu... toch ook weer eens iets anders willen doen, hè, met de fietstocht mensen gaan bereiken of met de wandeling, om een beetje, ja, dat ze een beetje meer anoniem kunnen, toch ook hun mening mee kunnen geven. Dus dat is ook een beetje de reden dat er mee achter schuilt. En we waren eigenlijk wel heel tevreden van de respons, want we hebben 215 reacties gehad op die vragenlijst. Dus ja, we zijn er eigenlijk wel heel tevreden mee. We hadden ook heel veel inschrijvingen op onze online infomoment, waar we ook heel tevreden mee zijn. Dus ja, het is wel iets wat dat burgers bezighoudt. Het leeft. Inderdaad. Maar op zich is dat ook... Ik vind dat wel een mooi verhaal, dat inderdaad wel zo hard leeft. En ik vind... Dat sluit misschien een beetje aan bij de vragen die gesteld zijn naar Geel toe ook. Dat je inderdaad altijd wel heel veel mensen hebt die dat er wel warm voor lopen. Die dat wel zeggen van kijk, ik sta wel achter dit verhaal. Ik wil me daar ook wel achter zetten. En dat was dan ook een vraag van Els aan Tin vooral. Van ja, denk ik. Wie zijn die ambassadeurs vooral dat jullie bereikt hebben? Zijn dat geëngageerde burgers of hebben jullie die echt zelf gekozen? En ik zat eigenlijk zelf, als je je verhaal deed, was ik daar zelf ook bij aan het nadenken van ja, zijn dat mensen die dat zichzelf hebben opgegeven? Hebben die zichzelf kandidaat gesteld? Of hebben jullie zelf, of hebben jullie als stadsbestuur die mensen aangesproken en gekozen? Alleen gekozen, om het zo te zeggen. Ja, we hebben die mensen eigenlijk zelf wel aangesproken of zij dat wilden doen. Dat is bijvoorbeeld de andere voorzitter van de GECRO die daarbij zit. Het zijn eigenlijk allemaal mensen die we weten dat ze een uitgesproken visie hebben op de ruimtelijke ontwikkeling. Die bijvoorbeeld de schepen tijdens de vele participatiemomenten heeft leren kennen. Of de mensen van het communicatiebureau hebben ook wel een aantal mensen aangereikt. We probeerden ook een mix te hebben in meningen. Dus er zitten
jonge kindjes bij zitten. De overgroot of de grootmoeder van de mensen van het communicatiebureau zit erbij, die was 99. Dus we hebben geprobeerd om diverse bevolkingsgroepen ook aan te spreken met die mix. Dus het zijn gewoon 11 mensen die we zelf hebben aangesproken om een mening te geven. Ja, maar dat geeft op zich geeft dat wel een mooi beeld van wat er leeft bij de bevolking, denk ik. Dus ik vind dat wel, ik vind dat inderdaad wel mooi om dat zo te verwoorden. Omdat ik ook wel denk dat de andere mensen, de andere burgers die daar ergens wel, ze zullen zich in een van die mensen wel herkennen. En van daaruit is dat misschien wel. Is dat misschien wel mooi. Dat vond ik ook zelf als ik hun teksten las, want ze hebben gewoon vanuit hun eigen gevoel gesproken natuurlijk. En daar komen echte dingen in die ook in ons beleidsplan staan. Dus dat geeft ook voor ons de ondersteuning van, kijk, er zijn echt wel veel mensen die gewoon op die manier denken al en die dat ook zo willen kenbaar maken. En dat is ook wel een mooie pagina op onze website, dat andere burgers dat ook kunnen lezen, hè, hoe zij inspirerend zijn. Dus ja. Mm-hmm. Een mooi verhaal alleszins van jullie allebei sowieso. En van, ja, natuurlijk van Bornem en van Locristi ook. Hè. Dus, op de toelichtingen van Locristi en Bornem heb ik precies geen vragen zien binnenkomen. Ik heb wel nog een vraag zien binnenkomen van Els. Dat zei van ja, we hebben wel een aantal inhoudelijke aspecten gehoord, maar wel minder over beleidsplanning in het algemeen. Maar als ik mij niet vergis, komt dat straks nog aan bod. Dus Wolfgang gaat straks ook nog een presentatie geven. Dus dat komt straks nog aan bod. Dus, Ik zal jouw vraag eventjes parkeren en kijken dan of dat die misschien na de toelichting van Wolfgang ook nog relevant is, als dat goed is. En ik weet niet, ik ga even terug naar de chat kijken. Of er nog bijkomen, of er nog mensen zijn met vragen, dan kunnen die natuurlijk nu ook nog gesteld worden. Ik zie geen handje, dus dan denk ik dat we nog verder kunnen met de presentatie nog van Leijendaal. Ja, dus als er zelfs nog vragen boven komen, we voorzien natuurlijk zelfs nog een blokje vragen, dus dan stelt je ze nog maar en dan komen we daar nog eens op terug. Inderdaad, we gaan over naar Leijendaal, want ook Leijendaal maakt deel uit van de pilootgroep beleidsplanning. En zij hebben een verkennend traject gevoerd over de opmaak van een intergemeentelijk ruimtelijk beleidsplan voor de regio Zuidwest-Vlaanderen. Een van de producten die daaruit gekomen is het puzzelmodel. Een puzzelmodel van mogelijke samenwerkingsverbanden voor de opmaak van een beleidsplan. Dat is wat jullie nu hier op de site zien. Er is een interview afgenomen met Bram Tak van Leijendaal. Een van de vragen van het interview ging over het puzzelmodel. We gaan zelfs eventjes naar een stukje uit dat interview kijken. Het volledige interview met Leijendaal en al een andere stukken zullen binnenkort op de website komen. Dus zeker interessant om daar nog eens naar te gaan kijken. Dus nu al eventjes een fragmentje uit het interview van Leijendaal over het puzzelmodel. Het gemeentelijk-intergemeentelijk puzzelmodel dat we op een beleidsforum enkele jaren terug introduceerden, helemaal uitgepuzzeld. Alle combinaties zijn afgewogen. Jullie spreken nu van intergemeentelijke ruimtelijke beleidsplanning in plaats van een intergemeentelijk ruimtelijk beleidsplan. Kan je eens uitleggen wat dit precies betekent voor de regio? Ja, en ons pilootproject was de verkenning naar het model hoe geef je een intergemeentelijk ruimtelijk beleidsplan vorm, een essentieel onderdeel. En we vertrokken eigenlijk van de voorzet die gegeven werd vanuit het departement omgeving, het gemeentelijk intergemeentelijk puzzelmodel. Nu laat mij toe dat even te situeren, het zijn een aantal belangrijke elementen daarin. Een eerste belangrijk element is, er is een evolutie in het planningssysteem. Bijvoorbeeld, oorspronkelijk vertrok men van een heel hiërarchische top-down benadering. De overheid definieert een beleid over alle aspecten en de andere overheden kunnen dat detailleren. En dan, in de rond de jaren 90, zijn we geëvolueerd naar een model van subsidiariteit, waar ieder niveau eigenlijk acht werd die zaken op te nemen waarvoor hij best uitgerust zegt is. En nu zijn we gekomen in een verdere evolutie van partnerschap, van samenwerking, van ja, wat in het BRV genoemd wordt, bovenlokale gebiedsgerichte werking. Het is in die context dat puzzelmodel een stuk moet gesitueerd worden.
En het tweede belangrijk element is dat in het uitvoeringsbesluit het intergemeentelijk ruimtelijk beleidsplan niet gesitueerd wordt of gezien wordt als een apart planningsniveau, maar eigenlijk op hetzelfde niveau zit van een gemeentelijk ruimtelijk beleidsplan. Dus wat is dat eigenlijk in essentie, dat puzzelmodel, dat intergemeentelijk gemeentelijk puzzelmodel? Dat is eigenlijk de basisconcept daarin is dat een gemeentelijk ruimtelijk beleidsplan een combinatie kan zijn van een of een gemeentelijk ruimtelijk beleidsplan of een intergemeentelijk ruimtelijk beleidsplan. Ik bedoel eigenlijk een gemeentelijke strategische visie of een intergemeentelijke strategische visie, gecombineerd met gemeentelijke beleidskaders, intergemeentelijke beleidskaders. We hebben eigenlijk in ons verkenningstraject heel systematisch het onderzoek gedaan van dat puzzelmodel. We hebben eigenlijk aan de ene kant de puur intergemeentelijke oplossing bekeken, een intergemeentelijke strategische visie met enkel en alleen intergemeentelijke beleidskaders, en een ander uiterste, de puur gemeentelijke oplossing. Gemeentelijke strategische visie en gemeentelijke ruimtelijke beleidskaders. En daartussen alle mogelijke combinaties. Daarna hebben we eigenlijk in een aantal intense bilaterale overleggen met de gemeente, maar ook in groep uiteraard, al die verschillende elementen afgewogen. Wat hebben we daar eigenlijk uit geleerd? Eén, dat de puur gemeentelijke oplossing eigenlijk niet aan de orde is. Dat was eigenlijk een belangrijke bevestiging van de oefening van strategische visievorming die we al systematisch hadden gemaakt. Het is ook een uiting van die toegenomen bewustwording, want intergemeentelijk grensoverschrijdend samenwerken. En ook meer nog, er werden een aantal schaalvoordelen genoemd. En dat gaat dan niet alleen over praktische zaken als we kunnen expertise bundelen, we kunnen eigenlijk kosten gaan besparen. Meer wat men noemde eigenlijk feit door samen beleid te vormen dat men eigenlijk erin slaagt sterkere bestuurskracht te krijgen. Men staat eigenlijk sterker om het beleid uit te voeren op het terrein, af te dwingen op het terrein en die nodig. Dus enkele gemeentelijke oplossing, geen goed idee. Maar de puur intergemeentelijke oplossing, daar waren ook heel wat vragen rond. Welke vragen waren er opgenomen? Het ging over heel organisatorische zaken. In het uitvoeringsbesluit wordt bijvoorbeeld aangegeven dat in de procedure een intergemeentelijke GECRO moet samengesteld worden. Dat riep onmiddellijk een aantal vragen op van hoe die samenstelling krijgen we praktisch bij elkaar, maar ook het onevenwicht tussen een grote gemeente en een kleinere gemeente. Dat is ook uiteraard een politieke realiteit. We zitten in 13 gemeenten, er zijn daar verschillende politieke coalities, verschillende beleidsambities. Kunnen we die allemaal eigenlijk gaan vereenzelvigen, integreren in een beleidsplan? De verschillende gemeenten vertrekken ook vanuit een andere uitgangspunt. Sommige gemeenten hebben een structuurplan die herzien is. Andere hebben nog één die tussen 10 en 15 jaar oud is. Andere gemeenten zijn intussen bezig met nieuwe visievorming. Het is een verschillend uitgangspunt. Nog een ander aspect is ook dat het proces eigenlijk een aantal vragen oproept. Je hebt pas een intergemeentelijk ruimtelijk beleidsplan als alle gemeenteraden apart een beslissing nemen. Wat als op dat moment er geen beslissing komt bij één van de gemeenten, waar sta je dan? Dus heel wat problematieke vragen, onzekerheden. En het belangrijkste is ook, of was ook, van als we een intergemeentelijk beleidsplan hebben, dan is ons gemeentelijk structuurplan weg. Maar dat betekent ook dat onze specifieke doelstellingen, ambities op dat moment ook weg zijn. We zaten eigenlijk met een stuk tegenstelling dat we moesten overbruggen. En daar hebben we eigenlijk een nieuw hybride model ontwikkeld, die net die tegenstelling tussen het regionale verbinden, het samenwerken en het op maat werken, of noem het de combinatie tussen regio en buurt, eigenlijk moet gaan maken. En dat model noemen wij eigenlijk die intergemeentelijke ruimtelijke beleidsplanning. Wat is daar belangrijk in, is dat we niet meer spreken over één plan, één intergemeentelijk beleidsplan, maar dat we spreken over vele verschillende, dus eigenlijk hier in dit geval 13 verschillende gemeentelijke beleidsplannen. We hebben dat praktisch uitgewerkt, we hebben onze strategische visie vertaald, onze regionale ruimtelijke visie vertaald in een strategische visie intergemeentelijk. Dus dat werkstuk is gelukt en is ook ter beschikking van alle gemeenten.
hebben we er onmiddellijk naast de regionale ruimte ook de ruimte geboden of gecreëerd in het document om ook alle gemeentelijke aspecten na te vullen. Zodanig dat we dus de regionale bril hebben en tegelijkertijd ook op maat van die gemeente kunnen werken. Dat betekent dus ook in de praktijk, en dan komen we op het tweede verhaal, van plannen naar planning, dus eigenlijk van een product naar een proces, omdat er daar een tijdsaspect in sluit. De gemeenten kunnen op eigen tempo werken. Dat betekent dat al die gemeenten de plannen op verschillende momenten zullen gebeuren. En intussen staat de wereld niet stil. Wordt er verder gewerkt aan nieuwe visievorming. En we hebben dat ook al gemerkt in onze vertaalslag van de regionale ruimtelijke visie naar de intergemeentelijke strategische visie. Hadden we al een aantal nieuwe regionale visievormingen opgemaakt. We hadden al een energie. Strategische visie rond energie opgemaakt, verder verkenningen dan rond open ruimte, rond ontharding. Het is dan ook uiteraard evident als je een gemeentelijk ruimtelijk beleidsplan maakt, dat je ook deze nieuwe regionale visies mee kunt gaan opnemen. Dus op dat moment spreken we niet meer over plan, maar over een planningsproces, over een continu proces van visievorming, dat je op een bepaald moment gaat gaan vertalen in een plan. En wat is er dan ook essentieel in dat model? Is samenwerken, is overleg, is partnerschap. Maar je moet samen die visie vormen, je moet die samen ook gaan uitvoeren. En die intergemeentelijke samenwerking is daarbij essentieel. En eigenlijk ook het interbestuurlijke aspect is daar een belangrijke aandachtspunt in. Dat was dus het fragment van het interview met Leijendal. Er zijn nog een heel aantal andere stukken van dat interview. Dus die komen in van deze dagen op de site van de pilootprojecten. Dus zeker is het interessant om eens helemaal te bekijken. Ook de andere projecten van de pilootgroep beleidsplanning hebben al een plaatsje gekregen. Of zullen in van deze dagen zeer binnenkort een plaatsje krijgen. Dus... ook interessant om nog eens te bekijken. Dan gaan we nu over naar de leerpunten die wij als departement graag willen meenemen uit de pilootgroep beleidsplanning. En ik geef daarvoor graag het woord aan Wolfgang van de Vivere. Goedemorgen of bijna goedemiddag op mijn beurt. Ik heb een viertal slides gemaakt met zaken die soms al een stukje aan bod gekomen zijn in de vorige uiteenzettingen, maar zaken waar we specifiek ook nog de aandacht willen op vestigen. Het eerste is een meer procesmatig iets, twee zaken. Eén voortraject. Onder het regime van de structuurplanning was het zo dat eigenlijk het eerste formele moment in een structuurplanningsproces of in de vaststellingsprocedure van een structuurplan was de plenaire vergadering. Dus men had heel veel voorbereidend werk wat niet geregeld was in decreten of bepalingen of in een uitvoeringsbesluit. En het eerste formele moment in de procedure was een plenaire vergadering. Dat is niet langer zo. Er is een heel duidelijke eerste formele stap onder de vorm van het wereldkundig maken van een conceptnota. En men vraagt ook om uiterlijk, op het moment dat men over een conceptnota beschikt, om GECRO te informeren, publiek te informeren en andere bestuursniveaus te informeren en daar ook overleg mee op te starten. Dat is iets wat we wel belangrijk vinden. Dat is, blijf niet te lang allerlei voorbereidende documenten maken en uitwerken. Om dan pas in een latere fase naar overleg en naar publieke consultatie te gaan. Nee, start tijdig met die zaken. Informeer je publiek al in een vroege fase. Werk met een conceptnota waar inderdaad, en dan parafraseer ik Steven een beetje, waar de nodige bezinning aan vooraf gegaan is. Maar de boodschap is ook, begin met die conceptnota. Doe dat tijdig. Maak die op tijd kenbaar, zodanig dat het overleg, de participatie, de discussie over het ruimtelijk beleidsplan kan starten. Ik heb op de slide ook nog eens vermeld wat er onder conceptnota wordt verstaan. Dat is een passage uit het verslag aan de Vlaamse regering dat hoort bij het uitvoeringsbesluit over de ruimtelijke beleidsplanning, over de opmaak van ruimtelijke beleidsplannen. Een conceptnota is een nota die op hoofdlijnen vastlegt
welk ruimtelijk beleid men wil gaan voeren. Het geeft krachtig de ambitie weer. Het moet een discussie op hoofdlijnen mogelijk maken. Het element discussie is inderdaad belangrijk. Je zet je niet vast door een conceptnota te maken. Je geeft als overheid heel duidelijk aan, daar willen we voor gaan. En dit karakter zien we voor de gemeente, voor een aantal deelkernen bijvoorbeeld. Daarmee heb je je niet compleet vastgezet. Nee, je stelt de discussie open. Dus het is inderdaad belangrijk, bezint eer je begint. Tegelijk is het ook zo, begin terwijl je u verder bezint. Hè. Twee, milieueffectbeoordeling. Er is daar net een vraag over geweest in de chat. Ik ga nu op dit moment niet meer ingaan op de juridische discussie van is dat nu strikt verplicht of niet. Hè. Daar staat een antwoord op in de rubriek met veelgestelde vragen op de website. Op het moment dat je een meer wil gaan uitvoeren voor het ruimtelijk beleidsplan, dan is het belangrijk om dat ook tijdig op te starten. Eigenlijk is de beste manier om het te doen, is om dat parallel met de conceptnota een kennisgeving van een milieueffect rapportage te gaan doen. En we verwijzen daarvoor naar het schema, het geïntegreerde schema van de beleidsplanning, wat op de pagina staat, waar straks drie slides verder nog eens de link naartoe staat, hè, op de website van het departement Omgeving. Hoe moet zo'n MIR er dan uitzien? Ja, het is een strategische MIR en er is natuurlijk veel minder ervaring mee dan met de klassieke planmers, laat staan projectmers die we kennen. Hè. Het zal er dus een stuk anders uitzien. We hebben in overleg met die MIR hebben we heel recent ook daar informatie over opgenomen in de vakrubriek. Ik verwijs opnieuw naar de pagina van het departement, hè, naar methodologie. Het is duidelijk dat dat een stukje anders zal zijn dan die klassieke MIR's die we kennen. Het zal bijvoorbeeld minder vasthangen aan de klassieke disciplines of minder noodzakelijk vasthangen daarvoor. Het zal minder kwantitatief, minder modellering. Misschien zal daar meer expert judgment in zitten, meer opportuniteiten, mogelijke bedreigingen, een benadering van daaruit. Maar het is eigenlijk aan een MIR-coördinator of aan een studiebureau dat inschrijft op de opdracht voor een MIR om een methodologie voor te stellen. En daarmee stap ik eigenlijk al in de richting van de tweede vraag, nou, wat zet je in een bestek? Het is niet de bedoeling dat je als gemeente, als je dat uitbesteedt, dat je volledig dezelfde methodologie zou moeten gaan uitwerken. Dat is net de taak van wie inschrijft op zo'n opdracht tot opmaak van een MIR. De klassieke ingrediënten moeten er natuurlijk wel in staan. Het is belangrijk dat je in een bestek aangeeft wat het karakter zal zijn van je beleidsplan, hoe dat er zal gaan uitzien. In die zin is inderdaad de conceptnota een belangrijk iets. En dan ga je dingen moeten schrijven over de referentiesituatie. Ga je uiteraard procesmatige dingen moeten schrijven. Het zal niet het klassieke MIR zijn van een momentane beoordeling van een document. Het zal veel meer een procesmatige aanpak zijn waarbij de MIR deskundige meeloopt in het proces en bijvoorbeeld op een bepaald moment input gaat geven over de strategische visie en dan later op een meer concreet niveau over de beleidskaders. Dus daar hebben we een aantal aanknopingspunten in de rubriek met veelgestelde vragen gezet op de pagina over lokale ruimtelijke beleidsplanning. Het is ook de bedoeling, en daar hopen we tegen het eind van de zomer online te kunnen zetten, dat er een soort roadmap komt over strategische milieubeoordelingen die ook meegemaakt wordt vanuit het team MIR. Volgende slide. Iets waarvan we ondervinden dat, dat het bij veel gemeenten een zoektocht is. Hè. Wat zet je nu in de strategische visie? Wat zet je in de beleidskaders? Ik denk dat we daar vooral, hoe sumier het ook is, terugvallen op wat daar in de Codex Ruimtelijke Ordening staat. En de strategische visie om wat een lange termijn visie voor de ruimtelijke ontwikkeling. Dat is echt het toekomstbeeld dat je schetst voor de gemeente, voor de provincie, voor het gewest. Met een aantal lange termijn strategische doelstellingen. En een beleidskader, daarvan zegt het decreet
bevat operationele beleidskeuzes voor de middellange termijn actieprogramma's. En dat hebben we ook gehoord uit de verhalen van Geel van Hoogstraten, dat men daar heel wat belang aan hecht. Dat is ook hetgeen wat burgers verwachten. Actieprogramma's voor een thema of voor een gebiedsdeel. En dan, niet onbelangrijk, beleidskaders beschrijven onder meer hoe en met wie de gewenste ruimtelijke ontwikkeling wordt gerealiseerd. Dus het is echt wel de bedoeling om in de beleidskaders niet te blijven steken in een beschrijving van hoe de toekomst er moet uitzien. Dan gaat het echt over hoe realiseren we die gewenste toekomst. Hè? Hoe gaan we de nagestreefde doelstellingen, hoe gaan we die bereiken? Hè? Dat is heel belangrijk. Hè? Dus maak voldoende concrete actiegerichte beleidskaders. We kennen allemaal de managementtheorie gelinkte afkortingen zoals SMART. Het moet specifiek zijn, het moet meetbaar zijn. Meetbaar betekent niet altijd kwantitatief. Dat kan ook zijn kwalitatief, dat je iets bereikt hebt, dat je een ruimtelijk uitvoeringsplan geactualiseerd hebt. En denk aan wat daarnet door een van de gemeenten gezegd is van we gaan het erop kern helemaal gaan actualiseren. De A staat vaak voor acceptabel, voor aanvaardbaar, heb je een draagvlak, maar wordt ook soms ingevuld door ambitieus. Maak duidelijke operationele doelstellingen, de R voor realisatie of realistisch en de T voor tijdsgebonden. Geef aan binnen welke termijnen je bepaalde dingen wil doen. Belangrijk is duidelijke rollen aan te geven met welke instrumenten je gaat bepaalde dingen doen. Dus het moet concreet zijn. Men moet aangeven hoe men bepaalde dingen gaat doen, wie dat gaat doen, met welke budgetten, met welke instrumenten. En dat zal zich dan ook, ik spring nog even terug naar de vorige slide, zich vertalen in die strategische milieubeoordeling. Die zal inderdaad anders zijn voor de visie dan voor de beleidskaders. Volgende slide. Iets waar ook vaak vragen rond zijn, waar wel duidelijk een zoektocht aan de gang is, is de nieuwe subsidiariteit. In de zin van enerzijds de taakverdeling, maar ook de vraag van hoe hiërarchisch is het. Je hebt het daarnet Brandtak ook horen uitleggen. We stappen in belangrijke mate af van een hiërarchisch model, waarbij het ene niveau heel duidelijk zegt van het andere niveau moet dat en dat en dat gaan doen. Volgens die en die en die krijtlijnen. Nee, de decreetgever heeft duidelijk gekozen voor een samenwerkingsmodel. Een samenwerkingsmodel waar weliswaar nog een aantal correctiemogelijkheden op zitten. Die refereren aan de hiërarchie. Denk aan de mogelijkheid om voorbehoud te maken bij bepaalde passages uit ruimtelijke beleidsplannen. Denk aan de mogelijkheid om ruimtelijke uitvoeringsplannen om die te gaan schorsen. Als die uitvoering zouden geven aan bepaalde passages uit de ruimtelijke beleidsplannen waar men het op een hoger niveau niet mee eens is. Maar het is heel duidelijk dat men het accent heeft willen leggen naast die correctiemogelijkheden vanuit een stuk nog mogelijke hiërarchische benadering, dat men heel duidelijk de klemtoon heeft willen leggen op samenwerken, op overleggen tussen de niveaus, op samenwerken aan een aantal doelstellingen. En in die zin gaan we ook veel minder een cascade krijgen zoals we die gekend hebben onder het regime van Structuurplan Vlaanderen, waar een aantal selecties gebeurden op Vlaams niveau, een aantal taakstellingen met concrete cijfers gebeurden en die dan doorvertaald werden op het provinciale niveau en daar dan nog eens volgens een watervalsysteem weer een aantal taakstellingen naar de gemeenten, een aantal selecties naar de gemeenten uitvolgden. Het zal minder van dat zijn. Hè. Je zult daar nog bepaalde dingen van herkennen, maar de zaak is duidelijk. Je hoeft bijvoorbeeld als gemeente ook niet te wachten tot inderdaad het hogere niveau, het provinciaal niveau of het Vlaams niveau alles uitgeschreven heeft wat je precies moet gaan doen. Je kan er perfect aan beginnen. Hè. Ook daar heb ik een passage opgenomen uit de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. Er zijn wel meer bepalingen die gaan over taakverdeling en over de verhouding tussen de niveaus. En er staat bijvoorbeeld elders ook in de codex dat men in het eigen beleidsplan moet aangeven hoe het zich verhoudt tot de hogere en de lagere beleidsplannen. Maar dit is ook
Eentje wat je eruit kan pikken of een passage die eruit kan gepikt worden bij het formuleren van keuzes, doelstellingen, eigen engagementen en verwachtingen ten aanzien van andere actoren die in het ruimtelijk beleidsplan worden opgenomen, wordt rekening gehouden met een aantal bevoegdheidsbepalende regels, bijvoorbeeld decreet lokaal bestuur, provinciedecreet, het omgevingsvergunningsdecreet, wat helemaal niet wil zeggen dat er een één-op-één relatie is tussen planningsbevoegdheden en bevoegdheden in zaken het vergunningenbeleid. Andere regelgeving, denk bijvoorbeeld aan het havendecreet, waar een aantal zaken duidelijk toegewezen worden aan het gewestelijk niveau. Maar dus men geeft daar een vrij algemene, vage omschrijving van de taakverdeling. Dus neem gewoon verantwoordelijkheden op die in die sfeer liggen, bespreek met andere niveaus. En je ziet inderdaad in de formulering dat het een stuk minder hiërarchisch is. Er staat eigen engagementen, verwachtingen ten aanzien van andere actoren. Dat is denk ik wel een duidelijke richtingaanwijzer voor hoe het er zou moeten uitzien. Sommige zaken die op gewestelijk niveau gemaakt worden, mag nog eventjes de vorige slide terugtonen. Sommige zaken die op gewestelijk niveau gemaakt worden, zijn geen bindende kaders, maar zijn insteken voor het overleg. Denk aan de kansenkaarten die een tijd geleden online gezet geweest zijn rond rendementskansen, kansen voor verhoging van het ruimtelijk rendement, kaarten die aangeven van waar is ruimtelijke uitbreiding eventueel nog een optie. Dat soort dingen zijn geen rigide kaders, maar zijn bedoeld als discussiedocument om te gaan overleggen. Bovenal ook omdat inderdaad op Vlaams niveau nog geen ruimtelijk beleidsplan is vastgesteld. We hebben de strategische visie, maar het beleidsplan Ruimte Vlaanderen en de kaders zelf, die zijn er nog niet. Dus het is discussiemateriaal. De bovenlokale invalshoek, niet onbelangrijk als we het hebben over de taakverdeling tussen de niveaus. Ook daar zijn al een aantal mooie voorbeelden deze voormiddag aan bod gekomen. Ik denk aan het verhaal van Turnhout, waar men heel goed beseft van mobiliteit kan je niet op het niveau van de gemeente alleen, of binnen de gemeentegrenzen alleen gaan aanpakken. Het verhaal van het netwerk Ruimte Kempen, waar men zegt van kijk, een aantal ruimtelijke vraagstukken zijn gemeenschappelijk over de gemeentegrenzen heen. Denk aan het invullen van woonbehoeften, waar het niveau van woonmarkten toch ook belangrijk is. Dus voor een aantal thema's, voor heel veel thema's is het duidelijk dat je een bovenlokale invalshoek zal moeten meenemen. En dat bijvoorbeeld het bestuderen van bepaalde problematieken, dat heel goed op een bovenlokaal of een regionaal niveau kan. Ik weet dat uiteraard de bevoegdheid om zaken concreet aan te pakken met ruimtelijke uitvoeringsplannen, met bijvoorbeeld een eigen gemeentelijk ruimtelijk beleidsplan, eigen beleidskaders, dat die uiteraard gekoppeld zijn aan de bestuurskracht. En die zit wel degelijk nog altijd bij democratisch gelegitimeerde structuren of organen, zoals een gemeenteraad, op het lokaal niveau. Maar dus het bovenlokaal aanpakken van een aantal problematieken is vandaag, denk ik, al mooi geïllustreerd. En dat is ook de bedoeling. Oké, de volgende slide. En dat is de laatste. Er is vandaag een grote tendens tot het gebruik van informele visies. Veel gemeenten die aan de slag gaan met zaken die beleidsmatig gewenst ontwikkeling genoemd worden als voorafname of complementair aan bepaalde formele instrumenten. Soms heet het geen beleidsmatig gewenste ontwikkeling, maar geeft men het een andere vorm, een deelvisie op een bepaald thema. Eén zaak is duidelijk, wees daar voorzichtig mee. Kijk in ieder geval, of zorg in ieder geval, dat je zoveel mogelijk aan de slag gaat met de geëigende instrumenten die in de Codex Ruimtelijke Ordening zijn opgenomen. Flankerende documenten kunnen zeker een nut hebben, zolang ze op een correcte manier gebruikt worden. Een ruimtelijk beleidsplan is bedoeld om de gewenste ruimtelijke ontwikkeling te gaan beschrijven, is dus uiteraard bij uitstek een bron van beleidsmatig gewenste ontwikkelingen die dan kunnen in het vergunningenbeleid binnen de beoordeling van de opportuniteitsmarge
ingebracht worden, naast de legaliteitsbeoordeling die op verordende instrumenten gebaseerd is. Maar dit is inderdaad al een oproep. Wacht niet met een ruimtelijk beleidsplan op te maken vanuit het idee van ja, we kunnen toch ook met informele visies op diverse thema's vooruit. Nee, het ruimtelijk beleidsplan is nu net het instrument wat de Codex Ruimtelijke Ordening naar voren schuift om de gewenste ruimtelijke ontwikkeling in te gaan beschrijven. De legaliteitsbeoordeling van vergunningsaanvragen gebeurt nog altijd op grond van verordende instrumenten. Ruimtelijke uitvingsplannen, stedenblokken en verordeningen. Je kan in de opportuniteitsbeoordeling, zo staat het ook in de Codex Ruimtelijke Ordening, kan je bepaalde beleidsmatig gewenste ontwikkelingen gaan meenemen. Je kan daarvoor putten uit bijvoorbeeld een parkeernota. Je kan daarvoor putten uit een woningtype toets. Je kan daarvoor putten uit een ruimtelijk beleidsplan, maar het gaat wel degelijk over de opportuniteitsoordeel. En je ziet dat de rechtspraak, maar ook de gouverneurs in hun toezichtsbevoegdheid op gemeenteraadsbeslissingen, dat die daar inderdaad ook wel de hand aan houden. Dus ik herhaal wat ik daarnet zei, voorzichtigheid is geboden. Zaken zoals we die van de voormiddag gehoord hebben, bijvoorbeeld een dialoogkompas, van de gemeente Zoutleeuw en buurgemeenten. Heel interessant. Hè? Daarmee kan je inderdaad de opportuniteitsbeoordeling van aanvragen gaan invullen. Hè? Men zei dat ook, de ambtenaar van Zoutleeuw heeft dat ook duidelijk aangegeven. Dat is iets waarmee we in dialoog gaan met de ontwikkelaars. Hè? Daar gaat het eigenlijk niet over, kan dit hier volgens de verordende voorschriften? Nee, daar gaat het over, is dit wel de juiste ontwikkeling op de juiste plek? En dat is inderdaad iets waar je terecht vanuit de opportuniteitsbeoordeling kan gaan bekijken. Twee, het is effectief iets wat men gaat gebruiken om de verantwoordingsnota bij een vergunningsaanvraag te gaan invullen. Dus dit past wel degelijk binnen de marges van wat kan. Hè. Bepaalde visies die er zijn, netwerk Creo Kempen ontwikkelt een visie over kleinhandel. Zolang de elementen van die visie binnengebracht worden in de opportuniteitsbeoordeling en men niet in het vaarwater komt van de bestaande verordende plannen en wat vergunbaar is op basis van de bestaande verordende plannen met respect voor de opportuniteitsbeoordeling, is ook dat geen probleem. Maar dus een aantal, u weet dat een aantal lokale bouwstops, waar men zei van kijk, geen enkele meersgezinswoning meer in die of die perimeter of binnen die kernen, daar zijn er een aantal van door de gouverneurs vernietigd, omdat ze inderdaad de perken van wat kan met beleidsmatig gewenste ontwikkelingen te buiten gaan. Ik ga misschien de uitleg die over het gebruik van beleidsmatig gewenste ontwikkelingen staat op de website van het departement Omgeving, ik ga daarvan de link nog eventjes in de chat zetten. En u ziet daar inderdaad de link staan naar de pagina over lokale ruimtelijke beleidsplannen, waar de veelgestelde vragen staan, ook die ik net aangehaald heb over bijvoorbeeld de MER, die staan daarin. Er staan ook vragen in over wat moet je in een visie, wat hoort te veel hier thuis en beleidskaders. Dus ik denk dat het een goed idee is om af en toe die vakrubriek erbij te nemen. Ik ga dadelijk in de chat ook nog eens de link zetten naar de uitleg die we op de departementale site opgenomen hebben over beleidsmatig gewenste ontwikkeling. Zeer goed. Er zijn ook niet echt vragen nog bijkomend binnengekomen. Ik wou eventjes wel informeren bij Els Terrein. Zijn jouw vragen beantwoord die je eerst had gesteld? Want ik zie nu ook wel, Marleen, besef dat eigenlijk ook nu pas dat die vraag wel meer gericht was ook naar de gemeentes. Dus ik vermoed ook wel van kijk hoe zijn bijvoorbeeld Geel en Hoogstraden en Bornem omgegaan met hun MER. Mm-hmm. En ook van ja, hoe dat zij ervaren hebben van dat het feit, ja, het gebrek of het feit dat er momenteel geen bindend gedeelte in meer is, hoe dat ze zich daarbij omgaan. Dus ik denk dat we daar inderdaad nog niet echt op ingegaan zijn, daar met zie ik nu net. Ja. Misschien dat Tinne of Ander eventjes wel iets op zeggen, hoe jullie daarmee omgegaan zijn, of je dat überhaupt storend hebt ervaren, dat bindend gedeelte? Ik heb daar op zich weinig op te zeggen, op dat bindend gedeelte. Het enige
Of ik bedoel, zover ben ik nog niet mee in het proces hoe dat tot stand is gekomen. Alleen vraag ik me nu wel af hoe dat we hoe het hard kunnen maken. Hè? Het feit dat we de open ruimte niet meer willen aansnijden bijvoorbeeld en dergelijke dingen. Daar zouden, ja, daar zijn wel bindende regels voor nodig, hè? Maar die moeten we vinden binnenkort in de Vlaamse regelgeving daarover. Hè? Dus dat is het enige wat ik daar zo echt op als bedenking bij heb. En een plan daar is er niet opgemaakt. Ja, misschien dat er nog andere gemeentes zijn die daarover iemand anders reageert. Ik zie ook dat Steven zijn handje heeft opsteken, dus misschien dat Steven daarop op wil reageren. Ja, eigenlijk, maar ik had eigenlijk een heel andere vraag, hoor. Ik wil gerust nog iets kort aanvullen over dat bindend gedeelte. Goed, het is niet vanuit een ervaring op lokaal niveau natuurlijk, maar en ik zie ook dat Paul Wiom reageert in de chat en ik sluit me daar volledig bij aan. Hè. Het verschil is niet zo groot met vroeger. Hè. Bindend gedeelte, goed, je hebt nog altijd, je geeft jezelf nog altijd werk. Hè? En zo'n beleidsplan die zegt nog altijd van we gaan dit, dat en dat doen. Hè? Dat is wat Paul hier ook schrijft. Hè? Het actieprogramma is een beetje vergelijkbaar of is te vergelijken met het bindend gedeelte. En een bindend gedeelte, wat deed men zeggen van dat en dat en dat gaan we concreet doen. Hè? Dat gebeurt natuurlijk ook nog altijd. Het verschil zit hem juridisch, hè? Juridisch erin. Dat wat je vroeger, als je in het bindend gedeelte iets geschreven had, dat je er niet van kon afwijken. Als je nu in een actieprogramma iets schrijft, dat je er in principe ook niet van kunt afwijken. Tenzij dat je specifieke redenen daarvoor hebt. En ik verwijs naar artikel 212 van de codex. Ja, ik lees eventjes voor. Hè, waar staat dat bij het vaststellen of herzien van ruimtelijke uitvingsplannen en verordeningen. Hè, bij het nemen van projectbesluiten. Dat je niet kan afwijken van de beleidskaders van het niveau in kwestie. Tenzij omwille van onvoorziene ontwikkelingen hè, van de ruimtelijke behoeften. Of omwille van dringende sociale economische redenen. Dat zijn de zaken die we kennen vanuit het motiveren van een afwijking van het richtinggevend gedeelte. Dus uw actieprogramma van uw beleidsplan is niet vrijblijvend. Hè. Dan ga je ook, ja, dat is de motor van wat dat je gaat doen. Een keer dat uw beleidsplan is vastgesteld, zelfs al een stuk terwijl dat je met je beleidsplan bezig bent. En dat is niet vrijblijvend. Hè. Het verschil met de bindende bepalingen van vroeger is niet zo heel groot. Er zit een juridisch verschil. Maar ik denk dat ja, er wel een aantal gemeenten zijn die ook ondervonden hebben als bepaalde zaken vastlagen in het bindend gedeelte. Ja, dan was het soms wel vervelend om voorschrijvende inzichten te kunnen verwerken of inderdaad te kunnen bijsturen op bepaalde vlakken. Els kadert nog eventjes van waar haar vraag komt, maar ik denk inderdaad dat dat op deze manier goed gekaderd is. En dan zag ik alleen nog een handje van Steven ook, dacht ik daarnet. Of heb ik jou nu fout gezien? Ja, wel denk ik toch. Ja. Dus Steven, als jij nog een vraag hebt, stel gerust. Ja, klopt. Wij krijgen soms de vraag van gemeenten om een ja, nieuw ruimtelijk beleidsplan op te maken, maar ook een, daar eigenlijk bij het beleidsplan een beleidskader mobiliteit aan toe te voegen. En zij zien dat als een vervanging van hun gemeentelijk mobiliteitsplan. Ik heb eigenlijk al een paar keer ook geantwoord van ja, dat dat op zich eigenlijk niet echt de bedoeling is. Gemeentelijke mobiliteitsplannen zijn puur wettelijk gezien geen verplichting meer voor gemeenten, maar vallen wel onder een andere ja, wetgeving en volgen dus ook een andere procedure. Maar toch blijft wel een soort van behoefte bij gemeenten om ja, zo'n beleidskader mobiliteit op te maken. Wat ik ergens ook wel een stukje kan begrijpen, omdat natuurlijk die relatie tussen mobiliteit en de ruimte heel sterk is. Maar ik weet niet hoe dat jullie zelf vanuit het departement daar tegenover staan en of dat er ook met het departement mobiliteit en openbare werken daar ook wel over is gesproken. Worden die zaken, kunnen die geïntegreerd worden bij elkaar in een beleidskader of hou je beter die aparte procedures aan? Ja, ik zou eventjes de mobiliteitsregelgeving er moeten bijnemen. Het gemeentewegendecreet zegt dat
wat men doet voor lokale trage wegen, dat dat eventueel kan geïntegreerd worden als beleidskader in een ruimtelijk beleidsplan. En daar staat het duidelijk in het gemeentewegendecreet. Ik vermoed dat in het mobiliteitsdecreet dat er geen compleet vergelijkbare bepaling staat. Maar dat zouden we moeten nakijken. Dat kunnen we zeker in het verslag achteraf. Ik ga het nu eventjes proberen opzoeken. Maar er zijn misschien andere gemeenten die het antwoord weten. En Emilie, misschien de vraag om de kansenkaarten. Mijn vraag, ja, dat zegt me niks. Als je het ziet zitten, eventueel de link naar de departementale website waar die zaken staan, om dat nog eventjes in de chat te zetten. Ik ga eventjes op zoek naar... Ik was daar net mee bezig, vandaar dat ik eventjes stil was. Dus die staan intussen in de chat. Belangrijk, ik heb het er ook wel bij. Ik heb ook de link naar de studie gezet, naar de kansenkaarten. Het is wel belangrijk voor het gebruik van die kaarten dat zeker inderdaad best is die technische beschrijving gelezen wordt. En ook elke keer op de site van Geopunt er ook elke keer een nota geschreven waarbij dat er ook uitgelegd wordt van wat er precies weergegeven wordt op die kaarten en zo. Dus dat is toch wel belangrijk om dat goed mee te nemen, dat die kaarten wel juist gebruikt worden. Eline heeft nog een vraag. Het was eigenlijk geen vraag, maar een antwoord, maar een reactie op wat Steven daarnet vroeg rond die mobiliteit. Dus dat was ook een vraag die wij in de regio kregen van, ja, kunnen we dat dan één plan van maken in plaats van allemaal verschillende plannen? Dan hebben we dat ook eens bekeken, niet alleen in de pilootgroep, maar ook eens intern. En we hebben daar eigenlijk twee zaken rond teruggevonden. Dus ten eerste, rond een mobiliteitsplan geldt de verplichting rond die plan er niet, volgens mij, omdat het geen verordenend kader is waarbinnen dat vergunningen worden afgegeven. Dus er zijn ook nog heel wat andere adviesraden die eraan te pas komen rond mobiliteit en zo. Dus was eigenlijk het advies van dat mobiliteitsplan echt wel apart te houden van het ruimtelijk beleidsplan en dat niet als een beleidskader te gaan integreren, om eigenlijk ook het planmerk, dat het strategisch merk dat moet opgemaakt worden voor het ruimtelijk beleidsplan, om dat eigenlijk niet te zwaar te gaan maken. Dus dat was één belangrijk vinding. En een tweede, dat wij dan zien dat... dat we eigenlijk gekomen zijn dat gemeenten in onze regio ermee omgaan, is dat zij eigenlijk een strategische visie opmaken, waarbij dat zowel mobiliteit als ook andere ruimtelijke aspecten zijn opgenomen. En dat zij, nadat die strategische visie eigenlijk wat vorm kreeg, dat zij dan eigenlijk op verschillende sporen verder werken. Dus één spoor is dan het ruimtelijk beleidsplan. Een tweede spoor is een mobiliteitsplan. En een derde spoor is bijvoorbeeld een woonplan. Dus dat zij wel een soort gezamenlijke visie ontwikkelen. Maar eigenlijk dan dat gaan vertalen in afzonderlijke plannen. Omdat dat dan ook naar herwerking en dergelijke ook iets eenvoudiger is dan dat allemaal in één plan geïntegreerd is. Dat is onze ervaring die wij tijdens het traject hebben opgebouwd. Oké, dank jullie wel. Wolfgang reageert in de chat ook nog. Het decreet basisbereikbaarheid legt wel verbanden, maar voorziet geen integratie, inderdaad. Ik ben eens eventjes door. Dank u voor het antwoord. Een kleine nuance op wat Eline zei. Het is wel zo dat bij regionale mobiliteitsplannen nu ook een plan er zal worden opgemaakt. Dat hebben we recent vernomen en daar werd erbij ook gezegd dat waarschijnlijk ook voor gemeentelijke mobiliteitsplannen zal noodzakelijk worden. Een beetje met als gevolg dat er al heel wat gemeenten een diepe zucht hebben geslagen. Dat ze zo'n plan naar een gemeentelijk mobiliteitsplan moeten maken. Het roept heel wat vragen op, omdat bij mobiliteitsaspecten al heel vaak natuurlijk meer die kwantitatieve
benadering en onderzoek zal noodzakelijk zijn en dat wordt toch wel heel, heel complex. Dus ja. Ik zie ook nog de vraag passeren van Marianne. Dat, van ja, dat er inderdaad precies wel vaak dezelfde beleidskaders terugkomen. Ja, hè, mobiliteit, open ruimte, wonen. Ze zegt van ja, misschien hoort dat wel deel uit te maken van een strategische visie. En kunnen er wel concreter beleidskaders gekozen worden? En ze zegt ook van ja, is het dan eigenlijk al wel goed om in het bestek al ja, het beleidskader te selecteren, omdat je dan misschien ook al, allee, verbeter mij als ik het fout verwoord, hè, Marianne, want ik interpreteer uw vraag van ja, is het dan bij de opmaak van het bestek, ga je dan eigenlijk al zeggen, kijk, we gaan die beleidskaders opmaken, maar misschien komt er bij de opmaak van de strategische visie wel bijvoorbeeld nog een ander prioritair thema aan bod, wat dan niet voorzien is in het bestek. Is het dat wat je bedoelt in je vraag? Ja, dat is inderdaad wat ik bedoelde. Ik zie gewoon heel veel gemeentes die aangeven dat ze een beleidskader willen rond robuuste open ruimte, rond verlichting en wonen. En dan denk ik, ja, oké, maar dat is iets dat in je strategische visie aan bod moet komen. En dan moet je gaan bepalen waar dat je dieper op wilt gaan, waar die beleidskaders over gaan. Dus ik denk inderdaad dat misschien soms die balans strategische visie beleidskaders niet helemaal correct ligt. Mijn gevoel, hè? We zien ook een aantal gemeentes die zeggen van we willen sowieso starten met beleidskader X. En we zien in de loop van het traject wat we willen toevoegen. Dat is natuurlijk ook een optie, maar ik denk wel inderdaad dat een terechte bedenking is. Ja, misschien is het ook wel een optie, ik weet het nu niet, om wel een richtinggevend ding te geven. Maar kijk, we denken aan die beleidskaders, maar het kan het traject natuurlijk nog wel veranderen. Hè. Het blijft natuurlijk een aanbouwmodel natuurlijk. Hè. Dus, Ja, natuurlijk, naar budgettering en zo heeft dat natuurlijk wel zijn rol. Dus Els reageert daar ook wel op van, als studiebureau vinden wij het ook niet zo tof dat de beleidskaders al vast liggen. Dus, dat zal daar ook al wel, dat zal een beetje gelijkaardig zijn. Ik ben eens even aan het kijken of ik nog vragen aan het missen ben, want nu wordt er wel van alles getypt in de chat. Maar we komen eigenlijk met ons planning een beetje in de drang, want we zouden eigenlijk moeten afsluiten. Zullen we afspreken misschien dat we door de vragen nog eens doorgaan en wat we niet geantwoord hebben in het verslag opnemen? Dan komen we daar toch aan tegemoet, want we gaan stilletjes overgaan naar het laatste, want ik zou nog graag om af te sluiten het woord geven aan Christophe Pelgrims, afdelingshoofd van de afdeling beleidsontwikkeling en juridische ondersteuning. Dankjewel, Marleen. Goedemiddag iedereen. Zoals Marleen daar juist heeft geschetst, voor degenen die mij niet kennen, ik ben Christophe Pelgrims, het afdelingshoofd van de afdeling beleidsontwikkeling van het departement Omgeving. Online sessies van 3 uur zijn natuurlijk niet ideaal, daar zijn we ons allemaal van bewust, maar we willen toch wel tijd maken om alle talrijke interessante punten die we geleerd hebben uit de pilootprojecten te laten horen en te zien. En ik hoop dat we erin geslaagd zijn door voldoende afwisseling in het programma te brengen om allemaal jullie aandacht toch wel vast te houden. Er zijn hier vandaag meer dan 100 deelnemers aanwezig. En ik denk dat we ook wel heel tevreden kunnen zijn over de diversiteit van het publiek. We hebben gemeentelijke, provinciale en gewestelijke ambtenaren in ons midden. We hebben ook ruimtelijke planners vanuit studiebureaus hier aanwezig. Architecten, burgemeesters en schepenen. Dus we kunnen dus gerust spreken dat er een grote interesse is bij de vele thema's die hier vandaag werden besproken. Ik wil zeker de pilootgemeente van de eerste ronde danken voor hun bijdrage aan het traject. Ik herinner me nog goed hoe we samen dit traject gestart zijn 2 jaar geleden op onze kick-off toen in het Consciencegebouw nog in Brussel. We konden en mochten toen allemaal samenkomen in 1 vergaderzaal. En ik kijk er alvast uit naar de volgende keer dat we terug fysiek kunnen samenkomen, dat we dat terug fysiek kunnen organiseren. En zeker ook naar de verdere babbels en de verdere gedachtenwisselingen tijdens de receptie, want ik heb heel wat namen zien passeren dat ik dacht van, daar en daar, ik moet dat er nog een keer mee gaan babbelen, we moeten toch iets van gedachten wisselen. Dus we kijken daar vast zeker naar uit en van zodra het kan, doen we het ook terug fysiek. De pilootgemeenten hebben ideeën doen leven in hun eigen bestuur.
Ze hebben onze Vlaamse beleidsontwikkeling geïnspireerd vanuit hun lokale praktijk en inzichten. En ze hebben zeker ook interessante voorbeeldaanpakken ontwikkeld die andere gemeenten kunnen inspireren. Ik denk dat de principes en de doelstellingen die in de strategische visie BRV staan, zich steeds verder en verder uitrollen in Vlaanderen. En als we de aanvragers van de tweede oproep tot pilootprojecten ernaast zetten en die op een kaart zetten, dan geeft dat toch aan, dan geeft het toch een interessant beeld aan. Hè? Een groeiende vlek van ambassadeurs van het BRV. U ziet daar zeer sterk een aantal grote vlekken in Antwerpen, maar ook in Oost-Vlaanderen. En gaandeweg wordt gans Vlaanderen een ambassadeur van het BRV. Ik wil ook een oproep doen. Ik wil hen danken, maar ik wil zeker ook een oproep doen naar de afgeronde pilootgemeente om dit beleidsvorm zeker niet als eindpunt te zien. Jullie pioniersrol als pilootgemeenten is zowel voor het departement als voor alle lokale besturen van te grote waarde om het hier te laten eindigen. We willen jullie dan ook als departement verder blijven betrekken in het netwerk en als klankbord blijven inzetten in de beleidsissues. En uiteraard blijven we ook als departement voor jullie bereikbaar en beschikbaar als jullie vragen hebben en ervaringen willen delen. Dus klop gerust aan bij het departement indien jullie ons nodig hebben. Tot slot wil ik eindigen met een oproep om onze webpagina en nieuwsbrief Pilootnieuws verder op te volgen, om zeker ook te zien hoe dat de tweede ronde van de pilootprojecten BRV tot stappen vooruit zet. Rest me enkel om iedereen te bedanken voor hier aanwezig te zijn en voor zijn inzet in dit traject. Ik hoop dat jullie een boeiende voormiddag hebben gehad. Wij vonden het alleszins zeer interessant en ik wil jullie nog een fijne middag wensen. Bedankt iedereen en tot een volgende keer.